Dominique Weesie en Rutger Kastikum zoveel geld betaald dat die nu ook tegen Zwarte Piet zijn en aansluiten bij BNNVARA. Dat is zogenaamd nog niet bekend. Maar bespoont, zeg maar, de activistische rechtse zender sluit zich aan bij de socialistische omroep. En is tegen Zwarte Piet. Dus die is ingekapseld. Maar die fout gaan ze nooit meer maken. Ja, want Poont komt terug? Of? Ja, Poont wordt een onderdeel van BNNVARA. Dus die moeten fuseren. En die fuseren dus met een diep en diep bureau in socialistische omroep. Onverschillig. En dat grote grap was, is dat de reden van... Dit is een update. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe update. Dit is het wekelijkse programma van Up Network, waarbij we de actualiteiten bespreken. En naast mij zit... Oh, moet ik mezelf voorstellen? Mijn naam is Jan Roos. Jan Roos? Ja, waar kennen we je van, Jan? Ja, ik weet ook niet waar je mij van kent, maar... De kijkers. Waar kunnen de mensen je van hebben gezien? Nou, ik ben begonnen in de media bij BNR Nieuwsradio. Mm-hmm. Als redacteur-columnist, dagelijkse column. Daar schrok Nederland nogal van, omdat het de enige rechtse radiocolumn van het land was. Daarna ben ik naar Poont gegaan. Heb ik Poontnieuws gemaakt op televisie en Echte Janne 5 jaar lang op Radio 1. Toen werd ik overgenomen door Geen Stijl. Daar was ik parlementair verslaggever, maakte ik interviewprogramma's en was ik de campagneleider van het Oekraïne-referendum. En toen had ik het onzalig idee om de politiek in te gaan. Ben ik politiek leider geweest van VNL, die eigenlijk net niet 1 zetel haalde bij de Tweede Kamerverkiezing. En daarna een diep zwart gat. Ja? Nee. Je bent nooit meer teruggekomen? Hoe bedoel je? Teruggekomen? Laat ik het zo zeggen. Ik was dus mediamaker. En ik zei als mediamaker, dit en dit en dit gaat niet goed in het land. Alles wat ik zei was zeg maar niet links. En als je dan geen kamerzetels haalt, ben je klaar. Dan gaat er geen telefoontje meer voor welke omroep of zender of wat dan ook om jou nog in huis te halen. Want daar willen ze niet mee geassocieerd worden. Dus dat is heel vervelend. Heeft dat te maken met dat typische rechtse frame wat altijd wordt gezegd? Dat je een rechtsextremist zou zijn? Als je niet links bent, dan ben je extreem rechts in het land. Dat heeft natuurlijk te maken met het politiek spectrum. Hè? Hoe linkser je zit... Hoe sneller iemand extreem rechts is in jouw ogen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens extreem rechtse mensen ontmoet. Van de NVU, die Kusters en zo. Dat wordt dan extreem rechts genoemd. Wat natuurlijk wel ironisch is dat ze neonazi's zijn en op de Socialistische Partij stemmen. Dus de meest rechtse mensen stemmen het meest links in dit land. Dat is dan wel weer heel grappig. Ja. Maar goed, je staat buiten spel. Aan de andere kant, als ik nu een beetje naar het medialandschap kijk in Nederland, wil ik daar ook geen onderdeel van uitmaken. Omdat ik niet zie dat er inderdaad een zender of een omroep of een programma is waar ik in zou kunnen acteren. Omdat je in de media een bepaald narratief moet hebben. En dan heb je een podium. Hè? Dus daarom klotst ook niet het talent over de plinten nu in Hilversum. Omdat je beter iemand kan hebben die geen eigen mening heeft of een erudite denkpatroon nastreeft. Maar gewoon iemand die nawauwelt wat grote bazen willen horen omwille van zijn carrière. Dus ik heb daar ook niks te zoeken en mensen willen mij niet, maar ik wil daar ook eigenlijk niet heen. Dus ik ben gewoon lekker mijn eigen dingen aan het doen. En hoe zit het met jouw podcast? Want daar hebben we ook een aantal vragen over gekregen. We hebben je natuurlijk vaker geïnterviewd. We kwamen elkaar voor het eerst volgens mij tegen tijdens het Forumcongres. Daarna heb je natuurlijk met Kim ook nog een quarantaine Q&A gedaan. Ja, klopt. En de vraag die we vaak van onze kijkers krijgen is van hoe zit het met jouw podcast? Dus kan je iets over vertellen? Ja, nou weet je, wat ik nu ga vertellen, dat klinkt weer heel Calimero. Van god, heb je Jantje weer en die loopt weer te piepen. Die podcast werd gigantisch beluisterd. Mm-hmm. Honderdduizenden keren als je over alle podia ging bekijken. En wat gebeurde er nou in die podcast? Ik sprak met iemand iets uit het nieuws. Mm-hmm. Alleen het enige verschil was dat mijn verhaal meer een soort oprechte zoektocht naar de waarheid was. In plaats van Trump is een lul en klimaat is heel erg en de multiculturele samenleving is geslaagd en de islam is vrede en al die onzin die ons dag in dag uit door de mainstream media eigenlijk gedicteerd worden,
omdat we zo moeten denken. En als je zo niet denkt, ja, dan ben je, zoals ik, fout. En dat was meer dan dat, was dat niet in die podcast. Nou, waarom ik dat niet meer maak, dat zijn twee redenen. Ik moest daarvoor betalen om het te maken. Ja. Dus het werd gigantisch beluisterd. Maar het kostte mij geld om het te maken. Nu vind ik het allemaal leuk en aardig. Als het niks kost, wil ik het nog een hobby noemen. Maar als ik betaald moet werken, want ik bedoel, het is niet alleen maar dat uurtje, anderhalf uur opnemen. Je moet het ook voorbereiden. Maar kun je dat niet op YouTube gooien, zoals wij dat bijvoorbeeld doen? Ja, je kan het op YouTube gooien, maar de kosten kan je daar niet geheel uithalen. Dat is één ding. Maar een ander ding wat ik heel vervelend daarvan vind, of vond, is dat, en misschien hebben jullie daar zelf ook wel last van. Kijk, ik weet niet in hoeverre, maar jullie staan ook bekend als jongens die niet links zijn. Dan is het krijgen van linkse gasten bijna niet te doen. Klopt. Ja. Want zij vinden jou heel erg fout en eng en vies en slecht. Eigenlijk staat er, ik wil niet met je in discussie, want je vermoordt me. Omdat jij met feiten komt, je komt met ratio en ik heb alleen maar emotie. Ja. Dus ik kan alleen maar heel hard zeggen, ja, maar dat is niet lief en dat is niet leuk en dat is niet gezellig. En dan zeg ik, ja, dat kan allemaal wel. En droog vooral je tranen, Piero. Maar de waarheid is dit en dit en dit en dit. De cijfers zijn zo. Dus wat je krijgt is, je hebt gelijk radio of gelijk podcast. Dus ik krijg altijd alleen maar gasten die zeggen, ja, dat vind ik nou ook. Ja. En ik vind dat ook een bepaalde saaiheid hebben. Dus ik kan dat ook niet te lang elke week in, week uit iemand spreken die tegen mij zegt je hebt gelijk. Of dat ik niet tegen diegene zeg je hebt gelijk. En dat geeft precies eigenlijk het hele probleem aan. Mm-hmm. Van de mensjes op het Mediapark, in de krantjes. Die schrijven hun vingertjes blauw over pluriformiteit. Over diversiteit. Over inclusiviteit. En alles wat ze nastreven is een exclusief platform voor hun eigen praatjes. Voor hun eigen mening. Ze wensen niet met je in debat of discussie te gaan. Het enige wat ze willen is dat zij, en ze hebben de hele mainstream media in handen, ons continu vertellen hoe je dient te denken. En als jij dan zegt als een soort Calimerootje of noem het wat van, hoi, mag ik even met je dan een gesprek over waarom dat zo is? Dan zeggen ze, nee, bij jou kom ik niet, want jij bent slecht. En als je dan zegt, ja, maar ik wil graag ook goed worden. Ik wil ook bij jouw positive world community horen. Vertel het me. En dan zeggen ze, nee, daar ben je te dom voor. Of je bent extreem rechts. En ik gun jou het podium niet. Precies, ja. Of nog erger, ik gun jou je mening niet. Nee, of dan ga ik bij jou zitten en daarmee eigenlijk praat ik het goed dat jij bestaansrecht hebt in de media. En dat allemaal kan je scharen onder een gedachtendictatuur. Dus die mensen die vertellen hoe je moet denken. En als jij een simpele vraag stelt van jongens, maar ik wil dan wel weten waarom. Ja, dan zeggen ze, ja, maar ik ga met jou niet in discussie, want jij hoort er niet bij. En die mensen hebben dus over pluriformiteit. Die mensen hebben dus over inclusief en divers. Nee, wat zij willen is dat er mag best wel iemand met jouw kleur bij. En dan mag een vrouw met een doekie op haar hoofd mag erbij. En een neger met lekkere grote krullen mag erbij. Zolang ze maar allemaal exact hetzelfde denken. Precies. De diversiteit ligt op een kleurenwaaier. Of wat je in je broekje hebt. Of met wie je het doet. Hoe bedoel je dat in je broekje? Het gaat allemaal gender. Hè? Het gaat allemaal over van. Kijk, als jij een piemel hebt, dan sta je al 2-0 achter bij die mensen. Ja, precies. Want dan ben je een chauvinistic pik die het patriarchaat ondersteunt. Ja, is liever als je in transitiefase zit of zo in de verbouwing. Als je in de verbouwing zit, dan hoor je er helemaal bij natuurlijk. Ja, precies. Zolang je wel, want ik ken ook iemand in de verbouwing die na de verbouwing het rechtse gedachtegoed aanhangt. Oh. En die mag er niet bij. Dat is een verkeerd getransformeerd. Ze hadden dan niet alleen het geslacht moeten verbouwen, maar ze hadden ook, ik denk, 3/4 van zijn hersenen weg moeten halen. Dan was hij een beetje bij hun in de club beland. Maar, ja. dat is dus eigenlijk wat het zo schunnig maakt. Ja. Ik word bijvoorbeeld heel vaak racist genoemd. Mm-hmm.
Maar ja. Je zit niet wel tussen twee gekleurde mannen, hè? Ja, nou ja, het is hier inderdaad een soort Oreo-uitzending. Maar, nee, maar laten we eerlijk zijn, ik word vaak racist uitgemaakt. Ja. Terwijl, als ik dan bekijk hoe racistisch ik ben, nou, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Ja, maar dat zegt iedereen, zegt ze dan. Maar waarom ben jij niet racistisch? Nou, omdat ik mensen, ik beschouw mensen of mensen leuk zijn of niet leuk zijn en welk pigment je hebt of welke chromosomen, interesseert mij niet zo heel veel. Want als ik dus jou zie, dan denk je, nou, je bent een paar kleurschakeringen donkerder dan ik ben. Dan gebeurt er niet in mijn hoofd iets van, nou, dan zal hij ook wel dom zijn of zo. Of dan is hij minder dan ik. Dat gebeurt niet in mijn hoofd. En ik denk dat racisme is dat ik jou, zeg maar, op jouw kleur benader en dat ik je daarmee in een hokje zet als misschien minder waardig of dommer of achterlijk. En dat maakt eigenlijk het hele cirkeltje weer rond. Maar daar bestrijd je links mee. Omdat ik namelijk, ik denk juist niet zo, maar word door links racist genoemd. Terwijl links ziet jullie als donkere mensen. Ja, ja. En omdat jullie donker zijn, moeten jullie op een bepaalde manier nadenken. En omdat jullie dat niet doen, hè, dat noem ik dan de gedachtekolonialisme. Namelijk donkere mensen, allochtonen, moeten het verhaal vertellen van onderdrukking, van de blanke man. En Nederland is institutioneel racistisch. En als je dat niet vertelt, hè, je zegt gewoon, nou ja, je hebt gewoon hier de mogelijkheid en de kans om er wat van te maken. En als je dat niet doet, ligt het voornamelijk aan jezelf. He, dat betekent niet dat er geen arbeidsdiscriminatie is, want dat bestaat natuurlijk. En dat moet ook bestreden worden, maar je hebt hier gewoon mogelijkheden. Je hebt hier gewoon kansen in het land. Maar de grote grap is dus dat links juist mensen in hokjes als ras, geaardheid, gender plaatst. En dus mensen die dat niet doen, zoals ik racist noem, omdat ik mensen voor vol aanneem. Met een vrouw ga ik dezelfde manier in discussie als met een man. Ik ga met een donker persoon in eenzelfde discussie als met een blanke persoon. Ik ga ik heb een compagnon, die is geboren in Marokko, die is invalide. Ik behandel hem als gewoon een normaal mens, want ik ga echt niet tegen hem harder praten omdat hij niet kan lopen. Wat vaak gebeurt overigens bij invalide mensen, er wordt harder tegen gesproken. Mensen denken dat als je niet kan lopen, dat je ook gek bent en doof bent. Ja, ja. Weet je, ik beschouw mensen gewoon, ben je leuk of ben je niet leuk? Ja. En zij doen dat juist dus niet. Zij doen juist in de identiteitspolitiek. Zij zeggen gewoon, die kleur bij die kleur en dat geloof daar en die zo en die zo. Dus wij zijn nu goed. Terwijl zij dus precies doen wat ze een ander verwijten. Ja, ja, nee, inderdaad. En wat ik ook zo raar vind is, kijk, wij worden dan vaak ook, niet door iedereen hoor, maar vaak krijgen we het verwijt dat we bounties zijn. Ja. Zeggen mensen, ja, jullie zijn bounties. Omdat kontelikkers jullie, van de blanke kontelikkers, man. Omdat jullie, coolies, heb ik gelezen. Coolies, ja, omdat jullie ABN praten. En dan zeggen ze, ja, maar jullie zijn donkerwit. Maar dat is best wel een belediging voor minderheden. Want in principe wat die mensen dus zeggen is dat op het moment dat je allochtoon bent, dan ben je per definitie iemand die gebrekkig Nederlands praat. Achterstanden heeft gewoon. Achterstanden heeft. Ja. Het is puur racisme. Ja, ja. Precies. Ja. Het is puur racisme. En dat noem ik bijvoorbeeld dat gedachtekolonialisme. Als allochtoon, hè, of je hier geboren bent of niet, dan laten we gewoon dat allochtonen even noemen. Moet je je minder waardig voelen. Je moet je gediscrimineerd voelen. Je moet je onderdrukt voelen. Je moet het gevoel hebben dat vooral de boze blanke man jou onder water probeert te houden. En als je dat niet doet, dan ben jij opeens een aapje op de schouder van die boze blanke man. Ja, maar dat is dus. Dat betekent dus dat mensen met een kleur bijvoorbeeld, of een andere afkomst, door die mensen als tweederangs burger wordt beschouwd, als een huisdier. We kunnen niet zelf denken. We kunnen niet autonoom denken. Nee. Je hebt een pinda en jij een banaantje en dan lekker poest houden. Ja. Nee, maar dat is precies wat ze doen. Maar dat is dus het idee van de linkse blanke man of blanke vrouw die dan zo denkt van, oh, het zijn zielige minderheden, we moeten ze steunen. Nee, maar als jij anders denkt dan zij zouden willen in het narratief van een zielige allochtoon, dan zeggen ze dat wat jij zegt,
niet uit jouw hersentjes komt. Nee, nee, want daar zitten alleen maar apennootjes in. Dat heb jij bedacht. Dat heb ik bij jou. Ik heb dat bij jou erin geduwd. Want jij kan helemaal niet zo denken. Nee, precies. Dat heb jij dus bedacht. Dus aan de ene kant wordt er van ons gezegd van oké, hetgeen wat wij verzinnen, dat wordt verzonnen door een Baudet, door een Roos, door een Wilders, door een noem maar op. Ja, we printen dat in jullie domme, donkere kopie. Wordt ingeprint. Ja. En aan de andere kant wordt er gezegd van oké, maar als je een echte Hindoestaan bent, of je bent een echte Marokkaan, of een echte Turk, ja, dan kan je niet ABN praten hoor, want dan ben je een bounty. Ja. Dan moet je op een bepaalde manier praten, dan moet je bepaalde kleding aandoen, dan moet je op een scooter rijden met een bondkraagje. Ja, dan moet je er niet mee willen doen. Dan moet je niet mee willen doen. Nee. Dus wat voor beeld hebben die mensen van minderheden? Nou, als minderwaardig persoon. Ja. De grote grap is dat dezelfde mensen die allochtonen op schoot nemen en ze pindatjes voeren en zeggen, ja, hier heb je geld, want je kan niet zelf geld verdienen. Hier heb je een huis, wat een eigen huis. Quota kopen gaan we, of huur, ja. Dat gaan we ook niet redden. Huursubsidie. Ondanks dat je niks kan, geven we je wel een bepaalde functie, want we moeten nog iemand met een doekie hebben. Ja, kan je bij de PvdA op de lijst staan. En die mensen die dat doen, dus die hun beentjes vol hebben met zielige allochtoontjes, die ze lekker in hun nekje kriebelen, want die kunnen ook helemaal niks. Die zeggen dus tegen mensen zoals ik bijvoorbeeld, dat ik die mensen als tweede rangs burger zien. Terwijl ik vind als jij je kinderen hier op laat, worden hier geboren. Je bent de derde generatie. Mm-hmm. En jouw kind, als hij 8 is, die praat zo, die gaat zo praten. Mm. Ik vind serieus dat kindermishandeling is. Ja. Want je voorkomt namelijk dat kind ooit een goede toekomst krijgt en zich kan ontwikkelen. Ja, precies. En natuurlijk, als er zo'n koekenbakker bij mij in mijn bedrijf komt en zegt, hé man, ik wil stage. Dan zeg ik, hé man, flik lekker op. Die neem je dus niet aan. En weet je wat het is? En op het moment dat zo iemand dan geen stageplek kan krijgen, dan is de schuld van de samenleving. Ja. En dat is het hele probleem. Want wij mogen niet eisen dat zelfs een vierde of een vijfde generatie gewoon hier de taal spreekt. Ja. Als je dat niet mag eisen, dan zeg je dus, jij moet niet denken als boze blanke man dat die mensen in staat zijn om bij de vierde generatie de taal te spreken van het land waarin ze geboren zijn. Discriminerende, racistische bestaat maar niet. Maar sterker nog, misschien hebben jullie dat gevolgd een week of twee geleden. De Bijlmer, daar is ook van bekend dat men niet heel goed ABN spreekt, hè? Bijvoorbeeld. En nu is dus vanuit de Nederlandse Taalunie wordt er een prijs uitgereikt, een literaire prijs uitgereikt, voor het feit dat die mensen dus geen fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken. Hoe vind je dat? Nou ja, kijk, als je uiteindelijk moet je dingen verzinnen om mensen prijzen te laten Maar op een gegeven moment moet jij als blanke man ook, zeg maar, conformeren aan dat accentje wat jij net nadeed, om dan in de prijzen te vallen. Nee, maar er wordt toch al geroepen dat het nu tijd is dat de autochtoon integreert. Wordt nu al te geroepen dat wij zeg maar de allochtone cultuur moeten omarmen en aanhangen. Ik zou even vertellen, ik woon in een roomboterblank dorpje en mijn zoontjes die zijn 10 en die beginnen op een gegeven moment, dat is zo'n spelletje te doen. En ik hoor mijn kind op een gegeven moment heel hard Kaulo roepen. Oh, wist je wel wat dat betekende, Jan? Jazeker. Oké. Dus ik zeg, wat is dit nou? Maar zelfs in die dorpen begint dat al een beetje door te etteren. Ja, dat het stoer is populair. Om dus dat soort achtelijke smurfentaal aan te hangen. Daar heb ik wel een gesprekje over gevoerd. Ja, en weet je wat het erge is? Dan heb je dus die linkse activisten. Die lopen continu te zeuren van dat Nederland racistisch is. Maar wat ik me dan afvraag, wie zijn hun rolmodellen? Want hun hele narratief is negatief. Weet je? Het gaat over hoe slecht Nederland is, hoe racistisch Nederland is, hoe zwaar minderheden het hebben. Maar ik hoor ze nooit praten over, oké, dit zijn onze rolmodellen. Sterker nog, een rolmodel zoals bijvoorbeeld Akwasi. Ik weet niet of je dat. Oh, fuck. Jij zegt aquatie. Het wordt een aquarium, jongens. Aquarium. We kunnen gewoon door, maar het wordt een aquarium. Wie heeft een aquarium? Maar ik weet niet of je het gevolgd hebt van aquatie toen die op een gegeven moment kwamen die tweets van, naar voren. Hè? Vorige week was dat, eind vorige week. Ja, heb ik gevolgd. En toen had hij een statement op een gegeven moment uitgebracht. Zei hij van nu worden tweets van two decades earlier. Ja. worden dus 2012.
Two decades, 2012. Maar wat ik bedoel te zeggen, dat is het niveau. Nou kijk, dat hij dat niveau heeft, dat weten we zo langzamerhand. Als je de man volgt, zie je een achterlijke. Dat zal waarschijnlijk nu gelijk racistisch genoemd worden. Mm-hmm. Maar dat is niet zo, want ik kijk naar het IQ en niet naar de huidskleur. Ja. De man zegt dingen die zijn zo ongekend dom. Ja. Dat je, ja, ik pis daarvan in mijn broek. Maar min 70 gewoon. Ja. Dat betekent niet dat je zou zeggen, dat zou ik dus als omroepbaas zeggen met elkaar van, die man is niet zo slim, die moeten we niet zoveel podium geven, want die zegt nogal rare dingen en ik weet niet of dat handig is. Nou, zo'n man wordt nog steeds door de NPO als rolmodel gezien. Ja. En die mag dan bij Margriet van der Linden uitleggen dat hij woordkunstenaar is op een moment dat hij zegt, we gaan een paar mensen in hun gezicht trappen. Dan noemen ze hem een woordkunstenaar. Maar dat mag dus van de NPO. Terwijl je eigenlijk, vroeger zou je toch denken dat je zegt, van, laten we die man alsjeblieft niet uitnodigen, want hij heeft net opgeroepen tot geweld. Ja, maar sterker nog, een hogeschool als in Holland, die heeft zijn studenten opgeroepen om de speech van Aquasi te beluisteren. Om meer inzicht te krijgen, in racisme en discriminatie. Ja. Ja. De speech waarin hij oproept om Zwarte Piet te kopschoppen. In dezelfde oproep van in Holland staat ook dat je de website Wit Huiswerk moet bekijken. Nou, daar staat dus het werken van Gloria Wekker op. Diversiteitsprofessor. God mag weten wat dat is. Als je maar de goede dingen zegt, dan krijg je volgens mij dat leerstoeltje. Ja. En haar boek, wat wordt aangeprezen aan al die roomboten blanke jongeren, is Witte onschuld bestaat niet. Dat betekent dus, lieve dames en heren, jongens en meisjes, dat op het moment dat je wordt geboren met de blanke huid, Ben je schuldig en fout. Ja. Ja. Dat moet je toch eens even zeggen over iemand met een donkere huidskleur. Maar dit is toch racistisch. Ik zou je vertellen. Die mevrouw heeft hier prijzen voor gewonnen van de Nederlandse overheid. Van het schrijven van een boek waar mensen per definitie schuldig worden bevonden vanwege hun huidskleur. Ja. Andersom had, laten we zeggen, een meneer die dat boek had geschreven en die had gezegd, zwarte onschuld bestaat niet. Die was nooit meer op de NPO gekomen. Die was nooit meer, had die prijs verguist. Gewonnen. Nee, die was verguist. Liever gezegd, die zat in de gevangenis. Ja. Want die had zo'n officier van justitie die Aquasi vrijspreekt tegengekomen. Die had gezegd, meneer, u roept op tot rassenhaat en u gaat gewoon nu een half jaar de knast in. En daar ligt dus mijn probleem. Mijn probleem ligt dus op het moment dat je een racistisch boek schrijft over blanke mensen, krijg je een prijs. Als je nou alleen maar zeg van, ik weet niet of de multiculturele samenleving nou zo'n feest is, omdat als je toch de cijfers kijkt, er bepaalde groepen wel erg hoog scoren en dat zijn dan meestal niet de autochtonen. Dan zeggen ze, deze man is een nazi, mag nooit meer op de buis komen, mag nooit meer op televisie komen, mag geen podium meer krijgen. Dit is een schoft, dit is een hufter. Ja. En iemand die zegt, ja, maar baby's, blanke baby's, hebben al schuld in zich. Ja, ja. Maar dat vanwege hun huidskleur. Ja, maar het is eigenlijk what the fuck? Maar het is eigenlijk een gedraging of zo. Een soort erfzonde, hè, die je dan moet krijgen. Ja. Dus je hebt een erfzonde. Als blank persoon heb je een erfzonde. Je wordt geboren met een zonde. En je moet eigenlijk gedoopt worden in de religie van het linksactivisme. En je moet hun omarmen. Ja, en dan pas ben je vrij. En dan ben je woke. En dan, dan ben je woke, ja. Het hele probleem... Eigenlijk is het hele probleem een definitieprobleem. Ik heb zelf zo'n familielid. Dat zijn allemaal van die HAVO-vrouwtjes die op een gegeven moment een column hebben gekregen in een landelijk dagblad. Die noemen ze zich antiracist en antiseksist. Mm-hmm. Dat zijn de eerste drie woorden. En de tweede zin is, ik heb een verschrikkelijk hekel aan blanke mannen. Ja. Ja. Terwijl je dan zegt van, ja, maar joh, als je dan alle mannen en alle blanken over een kam scheert, zou je dat seksisme en racisme kunnen noemen. Ja. Ja. Onze antifascisten is een kopie van de Sturmabteilung. Ja. Dat ze, fascistischer dan de antifascisten hebben we in Nederland niet. En zo, je ziet, waar we het net over, divers is niet divers. Ja. Inclusief is exclusief. We worden geregeerd door mensen die de definitie omdraaien. En als je ze daar wijst, zeggen ze, ja, maar nu ben jij dus echt extreem rechts. Ja, maar ik denk echt, ik heb er vaak over nagedacht. Ik denk dat de meeste linkse activisten gewoon psychisch niet in orde zijn.
Nou, er is wel eens een studie naar gedaan. Ik wil dat allemaal niet. Ik wil dat allemaal niet. Ja, eerlijk. Ik denk dat ze gewoon... Of ze hebben te kampen met depressies. Of ze zijn borderliners. Of... Ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Ja, misschien ook wel een beetje identiteitsdrang. Hè? Ja. Geldingsdrang. Ja, ik denk en dat... het beste willen doen voor de wereld. En dat is dan zogenaamd dit. Nee, maar weet je wat het een beetje is? Ik zou je sterker vertellen. Ik wil het niet eens een geestelijk defect noemen. Het punt is... Als je die columns leest, waaronder dus mijn eigen nichtje die dingen schrijft. Dat je leest het verhaal van een geestelijk instabiel pubermeisje van 12. Die hoopte op wereldvrede en die haar oogjes opeens opendeed. En zag dat het toch allemaal niet zo leuk was als in haar beperkte wereldbeeldje en geestje naar voren is gekomen. En daarom is ze geschrokken. En die schrikreactie heeft nog meer emoties, nog meer luikjes geopend. En die spiegelt zich dan in haar gedrag, in handelen. En dan gaat ze op zoek naar de daders. En die is fout en dat is eng. En het is heel puberaal en kinderachtig. Want dat doen kinderen van 2 en 3 jaar ook als ze vechten om een lolly, bedoel je? Ja, maar dit zijn meisjes van 12 die een beetje probleempjes met hun hormoontjes krijgen en niet weten waar ze staan. En tussen kind en vrouw in zitten. Dat zie je een beetje. Die ziet een beetje een soort strijd waarin ze waar eigenlijk een volwaardig denkpatroon niet ontwikkeld is. Maar hoe komt het dan dat er mensen zijn die dat wel hebben ontwikkeld? Ik wil niet alleen naar onszelf wijzen, hè? Maar ik bedoel, wat is het verschil? Is het puur cultivatie? Hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, jongens... Je zou zeggen, iedereen is toch tegen racisme? Iedereen kan toch normaal... Nee, natuurlijk is iedereen tegen racisme. Iedereen is tegen racisme, maar... kijk, ik kreeg vandaag natuurlijk over die officier van justitie... die Akwasi vrij heeft gelaten... omdat Akwasi voor haar een medestrijder is in dezelfde strijd. Ja, precies. En dan krijg ik dus reacties van vrouwen over het algemeen die zeggen... Ja, maar wat is nou het probleem? Iedereen is toch tegen racisme? Dat je zegt, ja, meid, dat klopt wel, maar dit gaat over belangenverstrengelingen. En daardoor heb je geen onafhankelijke en neutrale rechtspraak meer. Precies. Dat is zeg maar het probleem. Precies, en we zijn allemaal tegen racisme. Ja, maar hoe kan je dan boos op haar zijn? Want zij is ook tegen racisme. Nou, ik ben niet boos op haar. Ik vind alleen dat een activist, zeg maar, niet haar mede-activisten vrij mag laten. Omdat ze het met die mensen eens is. Want nee, dat is namelijk helemaal geen belangenverstrengeling rechtsstraat meer. Nee, maar ik begrijp niet waar je druk om maakt. Dat je denkt... Ja. Nou, je begrijpt niet waar ik me druk om maak, omdat jij niet zo slim bent. Nee, precies. Nee. Dus je kan, ze snappen niet wat de verstrekkendheid is van die gevolgen. Je kan niet af van de emotie van racisme is bah. Ja. En alleen dat zinnetje racisme is bah. Maar dus een stapje verder, namelijk van, is het niet vreemd dat een officier van justitie op die manier met de rechtspraak omgaat? Ja. Dat zit er al niet in. Dat is al te moeilijk. Maar het erge is dus dat ik heb vandaag op Twitter gekeken en bijna alle linkse vrouwen, of het nou Sylvana is, of een Gagard, hoe ze ook mag heten. Al die linkse vrouwen en linkse mensen, die zeggen dus van, oh ja, de officier van justitie in zaken Akwasi, die wordt niet van de zaak gehaald omdat ze tegen discriminatie is. Ja. Maar terwijl, daar gaat het niet om. Dat is niet de redenatie. Maar dat is dus, nee, het denkniveau. Ja. En dat is dus... Wel echt triest. Nou, en daarmee, kijk... Wat je creëert, en wat de officier van justitie hiermee heeft gecreëerd, en het Openbaar Ministerie, en daardoor eigenlijk ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is dat het vertrouwen in de rechtsstaat nog verder is afgekalfd. Want als je geen linkse activist bent, zoals ik, word je veroordeeld. Nou, ik ben laatst veroordeeld voor het beschermen van mezelf tegen een groep die mee in elkaar wilde beuken. Meen je? Ik heb iemand een zetje gegeven. En je hebt er even flink op losgeramd. Nee, ik heb 1 set gegeven. Oh, anders was de schade wel iets groter bij de jonge man geweest. Okay. En het Openbaar Ministerie eiste 2 keer de maximale straf, zeg maar, in het juridische kader. Dus ik had geen strafblad. First offender. Had iemand een deal gegeven. Nou ja, ik heb mezelf beschermd. Maar goed, als je zegt, nou, dat is jammer voor je, want ik wil je wel graag een straf geven. En dat gevoel had ik ook. Maar het Openbaar Ministerie eiste 2 keer de straf voor wat voor zoiets staat. Ja. En die officier, die schreeuwde tegen mij in de rechtszaal. Mm-hmm. En die zei, jij hebt ook drugs gebruikt, maar dat kan ik niet bewijzen. Jij hebt agenten geïntimideerd, maar dat kan ik ook niet bewijzen. Dat is natuurlijk helemaal niet zijn taak om een extra tenastelegging erbij te maar wat je niet kan bewijzen, moet je ook niet bij het feit helaas betrekken. Maar dat maakt niet uit, want wie zat daar? Daar zat Jan Roos. En het gif kwam uit die man. Hij had een schuim op zijn bek staan. Hij stond tegen mij te schreeuwen.
Was het dezelfde officier van Akwasi? Nee, maar wat je daar. En ik wil niet één lijn trekken. Maar wat je daar merkt. Is dat ik uit zo'n rechtszaal loop. En dat ik denk. Ik ben vogelvrij verklaard. Want de rechtsstaat. De rechtspraak. Die beschermt mij nu niet meer. Nee. En de volgende keer als iemand mij aanvalt. En ik geef een set. Dan ga ik de gevangenis in. Dus de volgende keer als iemand mij aanvalt. Het enige wat ik kan doen is wegrennen. Of op de grond gaan liggen. Ja. En in elkaar gebeukt worden. Ja. Zoals een half jaar na. Dat akkefietje is gebeurd. En dat is namelijk ook heel grappig. En toen is mijn neus gebroken, mijn aangezichtszenuw beschadigd. Zware hersenschudding, een blauwe oog. De zaak is gesloten, want er is geen onderzoek geweest. Ja, ja. Meen je dit serieus? Terwijl de man die het heeft georganiseerd, was mijn buurman, een drugsdealer, die stond ernaast. Die hebben ze niet eens verhoord. Maar Er was geen noodzaak, en dit was een zware mishandeling, dat was geen deal, om een mishandeling om mij te onderzoeken. En de zaak is daarmee ook gesloten. Ik heb op een gegeven moment ook de wijkagent, een soort tante Sidonia, een soort maatschappelijk werkster met een pistool. Heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, ik denk dat ik hem heb gezien. Zei ze, oh ja? Ik zeg, ja. Sorry, dat loopt een beetje over. Het loopt nog een beetje ik over. Zeg, ik heb denk ik de dader gezien. Zei ze, nou, dat ga ik onderzoeken. Nou, 3 weken later heb ik gebeld. Ik zeg, heb je al wat gezien? Ik moet nog even de beelden nakijken. Ja. Dus de beelden waren er wel, maar er is gewoon geen opsporing verricht? Nee, er is geen onderzoek. De recherche is toen geweest. Die zei, wij moeten hier komen vanwege de media aandacht die deze zaak heeft gehad. Maar we gaan helemaal niks doen. We zitten hier voor de show. En dat is een groot verschil. Jij verklaart dit doordat jij dus rechts georiënteerd bent. Ik denk dat als ik doe wat ik nu doe. Een beetje media optredens en alleboel. Maar ik had dat altijd voor de VARA gedaan. Dat die zaak per definitie geseponeerd zou worden, zoals de politie ook toen zei. Maar je ziet het nu aan Wilders. Hè? Die is na 6,5 jaar veroordeeld voor groepsbelediging, wat helemaal niet bestaat. Want jullie zijn Hindoestaans. Ja. Ja. Jullie denken denk ik anders dan de Hindoestaanse gemeenschap, waarmee de homogeniteit van die groep vervalt. Dus groepsbelediging kan al niet meer als jij je niet beledigd voelt. Eens. Dus het is natuurlijk gewoon een totaal onzinartikel. Ja. Ja. Ik zou even vertellen met Richard de Mos hier in Den Haag. Die is puur om politieke redenen van zijn bed gelicht. Omdat hij Krikker zou opvolgen. Die geflopte VVD-burgemeester. Die gaat nu. Ze zijn nu pas bezig met verhoren. Na een jaar pas. Dat kan helemaal niet voor een politicus. Om zo lang in onzekerheid te laten zitten. Ja. En ze gaan hem heel lang verhoren. En hij wordt uiteindelijk veroordeeld. Maar ook voor iets kleins. Iets kleins. 350 euro boete. En zeggen ze. Dus er is wel toch iets geweest. Terwijl die hele zaak op leugens en bedrog gebouwd is. En dan ben je kapot gemaakt qua beeldvorming. Dan ben je helemaal kapot gemaakt qua beeldvorming. En dat gaat die smet gaan jullie dus nooit van je af kunnen krijgen. Ja, nee, en wat zegt de mainstream media? Ja. Want we hebben het nu over 3 instituties. Ja. Politiek, justitie en mainstream media. Dat werkt allemaal samen. Is allemaal hetzelfde, de kliek. Allemaal hetzelfde gedachtegang. Dus justitie, dus politiek zegt, we kunnen niet die Richard de Mos als burgemeester hebben van Den Haag. Justitie, Openbaar Ministerie, zegt die halen we van zijn nest af. En de mainstream media schrijven dat hij onderdeel is van de criminele organisaties. Ja. Nou, als je het dossier echt hebt gelezen, dan pis je in je broek. Het slaat helemaal nergens op. Maar die werken allemaal met elkaar. Die vinden ook allemaal hetzelfde. Ja. Dus kijk, we zitten dus nu in een land waar dus de rechtspraak. De media, de politiek, onderwijs, universiteiten, hogescholen, allemaal gepolitiseerd zijn met één en hetzelfde gedachtegroep. Klopt. Namelijk het links-liberale. Ja. Ja. Dus mensen die dan zeggen, ja, maar ja, dat is een fijn, vrij land. Nou, nee. Ik denk als al die instituties waar ik net over gehad heb, allemaal uitgesproken rechts georiënteerd waren, dat dit een dictatuur genoemd zou worden. Dat al die linkse gekkies dag in dag uit riepen dat we in een fascistenstaat zouden lezen, of zouden leven. Overigens zouden ze eens moeten opzoeken uit welke stroming het fascisme komt. Dat komt namelijk uit het socialisme. Maar goed, dat zouden ze in ieder geval wel roepen. Want ik bedoel, feiten doen er niet zo heel veel toe in de boek. En dat is dus het gehele verhaal. Dat mensen zeggen, ja, mensen op de linkervlak die zeggen, er is geen probleem. Want dit is mijn kleur, wat er nu aan het bewind is. Maar ik wil geen rechtse rechtspraak. Ik wil onafhankelijke, neutrale rechtspraak. Ik wil geen rechtsuniversiteiten. Ja. Ik wil gewoon
universiteiten waar mensen wetenschap aangeleerd krijgen in plaats van denkbeelden. Maar hoe kijk jij dan nu tegen die zaak van Acquasi? Want dat moet natuurlijk heel apart zijn om dat te zien, dat iemand die dus waarvan het OM heeft gezegd van oké, hij heeft iets strafbaars gedaan, dat het OM alsnog besluit om hem niet te vervolgen, omdat hij sorry heeft gezegd op Instagram. Ja, nou, je kan, dat zullen ze populisme noemen, je kan zeggen dat wij van het aloude klassenjustitie zijn gegaan naar rassenjustitie. Ik denk dat als er een blanke man tijdens zo'n demonstratie oproept om, laten we zeggen, een traditie van zeg maar de een allochtone groepering het gezicht in zou trappen. Suikerfeest of zo. We maken er een zoutfeest van. Kijk, of zo, iets. In mijn gedachtegang zit Sinterklaas en een god niet heel ver van elkaar, want het is in mijn ogen allemaal verzonnen. Mm-hmm. Maar ik denk als er een blanke man op de Dam tijdens een demonstratie gaat roepen dat hij bepaalde goden of mensen die dat aanhangen in het gezicht gaat trappen, dan was die zwaar veroordeeld. Voor haatzaai, opruiing, groepsbelediging, racisme. Dan zat hij in de gevangenis. Ja. Dus daarom wil ik zeggen dat als Acquasi dat doet, met zijn achtergrond, met zijn uiterlijk, dat hij er met een... Komt gewoon weer weg. Maar weet je, wegkomt en iemand anders niet. En weet je wat het erg is? Dus omdat hier ophef over is ontstaan op Twitter, en er is ophef ontstaan over die officier van justitie, wordt er gezegd van, ja, zie je, rechts-Nederland die zit helemaal, die hangt helemaal hoog in de bomen. En nu wordt er geluisterd naar rechts-Nederland. Kijk maar hoe racistisch Nederland is. Omdat ze zoveel kritiek hebben op die officier van justitie. Ja, maar terwijl op het moment dat... En als het andersom is, stel je voor als Acquasi wel vervolgd zou worden. Dan zou ze zeggen, het instituut is racistisch. Ja, precies. Dus Nederland is per definitie racistisch. Ja. Of ze nou Acquasi zouden vervolgen of niet. Omdat op het moment dat er ophef is over het niet vervolgen van Acquasi, is dat al een bewijs van racisme. Ja, maar goed. Maar dat is het hele verhaal. Je kan het niet goed doen. Nee. Maar het is ook niet de bedoeling dat je het goed doet. Nee. Het is ook niet de bedoeling dat je dat op een eerlijke manier benadert. Nee. Kijk, opruiing, mm-hmm, oproepen tot geweld, is in ons strafwetboek verboden. Ja. Ja, maar klopt, als je dus sorry zegt, omdat je Acquasi bent, dan kom je ermee weg. En het erge is... Maar een ander niet. Nee. Dus, wacht even. Dus, en wat je dus die linkse gekkies moet uitleggen, dat vrouw Justitia heeft een blinddoek geworpen. Het weegschaaltje hangt scheef. En ze kijken naar huidskleur. Nou ja, onder andere. En dan zeggen ze, ja, maar dat is goed en dat is goed. En dan moet je dus die no-brainers, moet je vertellen, ja, maar wat nou als het andersom zou zijn? Dat vrouw Justitia inderdaad een scheef weegschaaltje heeft, inderdaad geen blinddoekje meer heeft. Maar dat ze juist de andere kant gaat bevoordelen. En jouw kant gaan benadelen. Ja, dan zeggen ze, ja, nee. Ja, nee, maar dat kan niet. Dan ben je... Dat kan niet. Nee, dan is Nederland een natie. Nee. Een fasciste land, een natie. Staat met met een Z in plaats van een T en een E minder. Maar wat ik wel wil toevoegen, er zijn heel veel linkse critici die zullen dan zeggen, ja, weet je, maar het OM heeft de vervolgmonopolie, dus zij gaan erover of er nou wel of niet vervolgd wordt. Dus er zal heus wel een teamtje zitten en een vergadering zijn geweest hierover. Zeker. En het is heus niet alleen maar die ene mevrouw. Dat maakt het nog vele malen erger, want daar hebben ze gelijk in. Ja. Natuurlijk is er met meerdere mensen over gesproken. Natuurlijk heeft die mevrouw niet alleen gedacht van, dat bepaal ik zelf wel. Nee, het hele instituut draagt haar. Heeft haar voorgedragen. Ja. Wist van haar bijbaantje af. Heeft haar op die zaak gezet. En heeft goedgekeurd dat ze tegen Acquasi zei, joh, we hebben het zo geregeld. Jij zegt sorry. En hoepelepoep zit op de stoep. Ja. Dus het hele instituut is door en door rot. Dus het leuke, dat persbericht van het OM, waarin ze dus bevestigen dat ze die mevrouw van de zaak afhalen. Dus de zaak van Gardgard of zo. De andere vrouw die altijd over inclusiviteit praat, exclusief alles wat ze niet leuk vindt. Mm-hmm. Precies. Maar wat er dus gaande is, is dat er dus het Openbaar Ministerie in het persbericht zegt, wij halen er van af door al het gedoe wat er omheen is gecreëerd
door andere mensen. Om maar te doen alsof we zelfreinigend vermogen terwijl hebben. Terwijl zij eigenlijk niks heeft. Er staat letterlijk, we staan achter haar. Zij heeft niks verkeerd gedaan. We staan nog steeds achter haar. Het is zo neutraal en onafhankelijk als de neten. Ja. Terwijl, nou ja, alleen zelfs Stevie Wonder ziet dat niet het geval is. En we staan nog steeds achter haar, maar we halen er nu weg omdat ze veel media-aandacht krijgt. Dat betekent dat het hele Openbaar Ministerie door en door en door verrot is en gepolitiseerd. Of laten we zo zeggen, het hele Openbaar Ministerie is gepolitiseerd en daarom door en door verrot. Ja, maar we zien toch al dat het Openbaar Ministerie gepolitiseerd is. Dat zien we toch aan het proces van Wilders. Dat zien we zelf aan Grapperhaus. Kom op. En dat zie je ook aan Richard Absoluut. De Mos. Grapperhaus. Ja. Dat is de baas van het Openbaar Ministerie. Die zeggen gewoon, als je een feestje geeft ben je een ASO, maar ik doe dat wel. Dus wie is hier de ASO? Ja. Dat ligt in het verlengde van het aquatieverhaal. Ja. En van, je mag niet met opruien, haat spreken. Maar hij wel. Hij wel. En weet je wat het erge is? George Orwell. Eat your fucking heart out. Ja. Weet je? Ja. We're all equal. Ja. En weet je wat het erge is? Dan is er zo'n ophef onder links Nederland. Dan snappen ze niet waarom normaal denkende mensen, ik wil niet eens zeggen rechtse mensen, maar normaal denkende mensen dit gewoon niet vinden kunnen. Terwijl, en zoiets hebben van, oké, maar hoe komen ze erbij dat een officier van justitie eventueel activistisch zou kunnen zijn? Want dat is toch het claim. Chris Albert zei dat ook. Dat die vrouw dus in zo'n stichting heeft gezeten met zo'n essayas, wil niet zeggen dat zij ook nog eens, dat er sprake is van belangenverstrengeling. Ja, maar daar wil ik even op reageren. Jawel, want de belangen zijn kenbaar gemaakt. Nee, maar dat zijn dezelfde mensen, allemaal dezelfde soort mensen, die mijn Marokkaanse compagnon in mijn bedrijf extreem rechts noemen, omdat hij met mij een bedrijf heeft. Mm-hmm. Hoor je me? Ja. Die mevrouw heeft niks met een activistische groep te maken waar ze onderdeel van is. Mm-hmm. Met wie ze zaken doet. Ja. Daar heeft ze, want dat, hoe kan je haar dat nou aanrekenen dat ze daarin zit? Ja. Maar een man met wie ik een bedrijf heb, Marokkaan, in een rolstoel, links, is een nazi omdat hij met mij een bedrijf heeft. Dus dan geldt dat wel. Ja, die associatie. Is het wel een associatie van fout. Maar dan hebben de linkse mensen eigenlijk al die tijd gelijk. We leven wel degelijk in een zwaar racistische samenleving. Alleen, ze spiegelen de argumentatie van hoe ze hem verklaren. Ja. Nou, het is andersom. Het is andersom. Ik zou het wat meer weghalen bij het ras. Het is discriminatie. Als je nagaat. Weet je, Sylvana Simons die ziet in artikel 1 gelijkheidsbeginsel, ziet ze alleen maar het woord ras staan. Ja. Nou, er zit geloof ik ook een opsommingje nog van heel veel dingen. Een half wijf zit er nu ook bij met een oorbel die zijn voornaam met een kleine letter schrijft, want dat is lekker gek. Nou, dus dan is het ook geaardheid en geslacht willen ze dan ook wel nemen. Maar er staat nog iets bij. Politieke gezindheid staat erbij. Ja, politieke gezindheid ook. Ja, klopt. Maar wacht even. Daar hebben we het niet meer over. Nee. Want als jij ooit voor de PVV in de Kamer hebt gezeten, of net als ik voor een minder rechtse, maar wel een rechtse partij politiek leider wilde worden, gaat je kop eraf in dit land. Dan ben je uitgespeeld. Omdat jouw politieke denkbeelden niet aansluiten bij die links-liberale dictatuur. En dan staat er een stip achter je naam en ben je gewoon de lul. En het is niet zo raar dat we denken dat ambtenaren het linkse gedachtegoed omarmen. Kijk maar bijvoorbeeld naar die demonstraties van BLM. 18.000 man stond op de Dam. Terwijl twee dagen daarvoor werden mensen gewoon gearresteerd omdat ze een anti-lockdown demonstratie hadden. En ook boetes, hè? Met boetes en van met die. Boetes, alles. Ja. En BLM kan gewoon daar. Maar dat kan je ook weer onder rassenjustitie, wat ik net opperde, schuiven. Want wat je dus ziet, is dat de burgemeester, mevrouw Halsema, die natuurlijk nooit burgemeester had mogen worden. Nee, maar goed, niet. Hier in Den Haag wordt dat besloten. Welke idioot jouw burgemeester wordt. Nou, in dit geval een extreem linkse dame die niet zo bijster intelligent is, laten we eerlijk zijn. Want als jij natuurlijk zegt van corona is heel erg, maar het onderwerp van deze demonstratie is nog belangrijker. Ja. Dan als hoofd van het driehoek, dat gaat niet. Of je bent het eens met een demonstratie, of je bent de baas van het driehoek en dus ook zeg maar de politie. Maar je bent ook zeg maar de baas van de gezondheidsregio. Ja. Dus welke pet heb je op? Nou, als je die petten verwart, dan moet je sowieso al vertrekken als burgemeester. Nou, op dit moment
lees je de hele tijd dat Femke Halsema iets zegt over de corona-aanpak. Ja. Nou, een beetje normaal mens denkt, dat is gek. Want ja. Toen maakte het niet uit. Eerst alle regels aan de laars. En nu maakt het wel uit. Ja. Ja. En waarom maakt het voor mij wel uit? En als je daar met zo'n groep met elkaar gaat lopen schreeuwen, dan maakt het niet uit. Liever gezegd, dan mag je nog oproepen tot haat en geweld. Ja, dat was namelijk ook onderdeel van. Ja. Ongekend. Maar ja, de enige manier waarop je kan zeggen dat dit mag zonder consequenties, is omdat wij geregeerd worden door mensen die, laat ik zo zeggen, het maakt niet meer uit. Nee. En dat betekent dus dat je in een totale onbalans leeft, dat je als burgemeester van de hoofdstad dit soort dingen kan uitvreten en het doet er niet meer toe. Dus de schijn van onpartijdigheid, de schijn van neutraliteit, de schijn van een rechtsstaat of gelijke rechten of gelijke behandeling, zelfs die schijn, die doet er niet meer toe. Nee, die hoeft niet meer op te houden. Vroeger was dat een doodzonde. Ja, maar we hebben nu ook hier een minister van Defensie zitten die tot vierkant toe de Kamer heeft voorgelogen over die burgerdoden in Irak. Ja. Nou, vroeger ging je bij de eerste leugen aan de Kamer, ging je eruit. Ja. Nu het zijn allemaal aquaties. Dat hele kabinet zegt sorry en dan is het klaar. Ja. Ja. En dat is een grote grap, want de een kan dat wel doen, maar de ander mag dat niet doen. En dat is allemaal... Dat is die rechtsongelijkheid. Ja. Allemaal op politieke gezindheid, op denkbeelden. Dus die hele maatschappij wordt opgeblazen op dit moment. Ja. En dan zeggen die linkse mensen, nee, helemaal niet, want ik vind het hartstikke leuk. Ja, omdat het jouw kleur is. Ja. Maar straks is het een andere kleur die op deze manier een keer gaat. En dan vind je het niet leuk. En dan is het niet meer zo heel erg leuk. Maar waar zie je het naartoe gaan? Waar, dat vragen we aan al onze gasten eigenlijk. Hoe zie jij het nu gaan? Nou, het allerergste is dat ik graag zou willen besluiten dat we reach out and touch met elkaar de Polonaise gaan lopen. Links is aan het aansturen op serieuze polarisatie. Mensen worden steeds verder uit elkaar gedreven. Ook met dat continu voelen dat de blanke een slecht mens is. De blanke is een racist. En de donkere mensen zijn daar per definitie slachtoffer van. En ook al ben je een crimineel, ben je ook slachtoffer. Want laten we eerlijk zijn. Vooral die, hè? Maar die George Floyd, die waar ze allemaal zo... Oh, George Floyd. Ja. Dat was gewoon een smerige rotkrimineel. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Dat was gewoon een smeerpijp. Ja. Hij had niet doodgehoeven. Nee. En die agent heeft dat helemaal niet goed gedaan. En die moet daar ook juridisch voor vervolgd worden. Zeker. Alleen waarom dan half om zo'n man als een held te zien? Ja, halve steden worden in Amerika afgebrand, want dat is een held. Dat was gewoon een smerige drugsdealer. Ja. En in Nederland ook zeggen ze allemaal, oh George Floyd, je bent een held. Dat is helemaal geen held. Ik zag laatst op social media ook een kaart van West-Amerika met al die brandhaarden. En het waren er echt honderden. Dus door Black Lives Matter en door Antifa. Nou, laat eerlijk zijn, op dit moment is het eigenlijk alleen maar Antifa. Ik heb in mijn broek gepist van het lachen. Mm-hmm. Want dat is wel het leuke, dat ik af en toe nog wel de humor ervan in kan zien. Anders zou je zwaar depressief worden. Er was een donkere vrouw, echt een Afro-Amerikaanse vrouw. Die zat in een pick-up. En voor haar stonden dus allemaal roomblanke Antifa-kinderen met skibrillen op en een sjaal voor hun mond. Ze mochten niet herkend worden, want ze zaten in de revolutie. Yeah. En die vrouw die zei dus, tuut, 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 mag ik erdoor? Ik wil op mijn werk af, ik wil naar huis. En toen zei dus een van die meisjes, die zei, no, you fucking black bitch! Hè? Huh? What? What? Hè? Get out of the way. Because you killed my brother. Move! Get out of the way. No! Get out of the way. You setting fires in the street? No, that's violent. Okay? That's violent. Get out of my way. Get out of my way. Ain't nobody setting no fires. Because they over here tearing up. Go tear up fucking Beaverton. Go tear up Tiger. Go tear up Hillsboro. Go tear up Alawa. Get your ass away from over here. Move. Turn around. I think you don't know what you're talking about.
So it's a whole lot of process. I see that. They asked me to come over here. Now they see how ignorant this looks. You don't let somebody call me a fucking nigger bitch. You don't want no race war out here. En, toen werd en dat zijn de mensen die voor racisme opkomen. Die vrouw die werd dus de hele tijd uitgescholden op haar huidskleur. Ja. Omdat ze zei, je mag er even door, ik heb net gewerkt, joh. En die werd dus racistisch bejegend voor de mensen die dus dat winkelcentrum aan het platbranden waren. Voor haar gelijke rechten. Ja. En dat is dus het hele verhaal van Antifa. Dat, dat zijn de fascisten. Ja, maar wij werden toch ook belaagd. Tijdens de een antiracisme demonstratie. De Antifa. Door blanke Antifa. Want ze komen wel voor je op, maar je moet eens ophouden met dat zelf nadenken. Want dan slaan ze in elkaar. Dat is wat het is. Ja. Dat is dus wat het is. Het is dus, dat zijn dus mensen die roepen, die een vrijheidsideaal hebben voor mensen zoals zij. Ja. En alle andere mensen, die moeten gewoon dood. Ja. Maar in principe is het gewoon opteren voor je eigen bestaansrecht. Hè? Want als die zielige mensen er niet meer zijn, dan hebben zij ook geen bestaansrecht meer. Kunnen ze niet die good guy of die good girl zijn. En dan kunnen ze niet meer deugen. En dan kunnen ze niet meer voor die slachtoffers en die zwakkeren uit de maatschappij. Kunnen ze niet meer opkomen. Kijk, het is niet voor niks dat in de hele geschiedenis. Van Mao tot Stalin tot Che Guevara. Venezuela. Al die linkse regimes. Allemaal vermoorden andersdenkenden. Ja. Allemaal. Ja, letterlijk ja. En de lol is dus dat links in Nederland zegt dat zij geloven dat links betekent dat iedereen lekker de vrijheid heeft om te zeggen en te doen wat je wil. Nee. Links staat voor bloed. Ja. Als jij niet zegt wat ik vind, dan moet je eraan. En dan doen we het hier nog niet zeg maar in een kuil, maar doen het hier maatschappelijk. Ja. Jij moet maatschappelijk dood. Ja. Ja. En die steun krijgen ze vanuit de politiek, vanuit de universiteiten, vanuit de media, vanuit justitie. Dus het hele verhaal wat je dus ziet van dat linkse mensjes roepen van wij staan voor vrijheid. Nou, dat vonden jullie voorvaderen niet. Nee. De gulag was niet echt een soort Center Parks, moet ik eerlijk zeggen. Nee. De strafkamp in Noord-Korea ook niet helemaal. En het erge is dus, het wordt dus steeds erger. Hè? Want we hadden het al een tijdje, al een aantal jaar, 8 à 10 jaar gaat het over Zwarte Piet. Die hele discussie. Ja. Dit jaar gaat het over de Gouden Koets. Ja. En dus het wordt steeds erger. Nou ja, er zit een versnelling in. Want Zwarte Piet is nu zo'n beetje wel kapot. 93% van de Nederlanders wil het gewoon. Maar de lol is er echt wel af. Van het hele gebeuren. Maar er is dus, ik weet niet hoe lang over gestreden. En met de Gouden Koets. Er was geloof ik één meisje met een paar dreadlocks. Die zei, nou dat ding mag wel in de museum. Hoppelpop in de museum. Dus het gaat nu sneller. Ja. Dus als jij ergens tegen bent als minderheid. Dan kan je verwachten dat het binnen een week geregeld is. Ja, maar wij als minderheden zijn tegen linkse indoctrinatie. Dus kunnen we dat ook even stoppen? Nee, want... Ja. Dat dan weer niet. GroenLinks? Jullie zijn een stel racist aapjes. Als we niet toch bezig... niet doen wat jullie... Jullie worden door mensen zoals ik... worden jullie dat kleine pindaatje in je hoofd wordt helemaal in de war gebracht. Dus en daarom sla je deze onzin uit. Dus ik wil mijn huidskleur inzetten om GroenLinks gewoon... Doe dat nou maar niet. Je bent in de war. Het komt allemaal wel goed. Uiteindelijk zal je gewoon weer de moederschoot terugvinden. Want jullie zijn nu zelf aan het nadenken. Dat hebben we liever niet, jongens. Gewoon, herhaal mij. Ik ben een zielig. Ik wil geld. Ik niet goed praten. Ik kan niet werken. Nee. Ja. Dat gewoon herhalen, dan komen jullie er vanzelf weer terug. Jan, welke vraag, welke vraag moet ik nu stellen? Nou, maar wat ik echt... als ik jou was, ik begrijp dat je zelf niet een vraag kan bedenken. Ja. Je kan je moeilijk concentreren natuurlijk. Dat is even Baudet. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Kijk, het hele eieren eten is natuurlijk dat het schandalig is dat je niet een eigen gedachtegang erop na mag houden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het hele probleem. Ja, ja, ja. Ja, je wordt echt gedisqualificeerd. Ja. Maar goed, kijk, en dat is ook zoiets. Kijk, ik denk als mijn zoon ergens binnenkomt waar een opname is, dat hij gewoon zijn bek houdt. Maar ja, dat is aan deze jongens niet gegeven. Maar dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Nee, ja, want die komt uit een patriarchale omstandigheid en die is niet gewend dat mensen zomaar in de microfoon praten. Nee, klopt. Dus sorry. Bied even je excuus aan. Sorry.
Sorry, allochtoon was ook zo'n woordje, of niet? Nee, maar mijn hele probleem, jongens, is eigenlijk de samenvatting van het hele gesprek, is dat ik heb zo'n afschuwelijke hekel aan een onrecht. Mm-hmm. En dit hele verhaal bulkt van het onrecht. Ja. Het is onrecht naar jullie toe, want jullie kunnen het niet goed doen omdat jullie donker zijn en een verkeerde mening hebben. Onrecht naar mij toe, want ja, ik ben hier links en dus fout en dus ja. ook klaar. Ja. Iemand als Richard de Mos, iemand als Wilders, die wordt gewoon gesloopt met politieke karaktermoord. Ja. Waarschijnlijk kijkt een columnist van de NRC of een Volkskrant kijkt dit filmpje en heeft hij wel iets gevonden. Dat ik iets zei wat hij zo kan verknippen dat ik daadwerkelijk iets verkeerd heb gezegd. Ja. Ik zei vertellen, ik was laatst zwaar met de dood bedreigd. Dat word ik wel vaker. Ik denk zelfs vaker dan die mevrouw Gargaard die vandaag huilend in de rechtbank zat. Ja. Oh nee, ze liep weg omdat haar favoriete officier van justitie er niet was. nee, echt serieus. Maar tegenwoordig kun je dus ook een officier van justitie inhuren. Ja, eisen. Van nee, maar ja? Ik wil die. Die want wil die. Want die ja. Is dat goed mag gewoon. Ja. Nee, natuurlijk niet. Maar die mensen zijn allemaal knettergek. Nee, maar ik zou even vertellen, ik word redelijk vaak met de dood bedreigd. Daar is nog nooit actie op gevoerd. Er is nooit iets aan gedaan. En dat is ernstig genoeg. Ja. Maar het punt is, als ik het ga verzamelen, dan gebeurt er niks. Gebeurt er niks. Nee. Geert Wilders, die verzamelt het dus. Ja. En die laat het dus zien. Laat zien, hè, op Twitter ook. Is er ooit wel zo'n massa rechtszaak gevoerd als nu met die mevrouw van de NRC? Die zelf de meest wanstaltige racistische bagger oppent. Nee. Van One World. Dan moet je eens kijken, joh. Dat is echt verschrikkelijk. Nee. Dus, mensen zeggen ook wel tegen mij van, ja, ga dan aangifte doen. Je bent wie? En voor wat? Ja. Ik zou je vertellen, ik heb aangifte gedaan tegen Sidney Smeets. Dat is die advocaat van mevrouw Gargaard. Mm-hmm. Waarom? Omdat Sidney Smeets op de Nederlandse televisie zei tegen Ellie Lust, een van de grootste talenten die we dit land hebben, op de televisie natuurlijk. Mm-hmm. Jan Roos roept op tot geweld tegen homoseksuelen. Dat wordt uitgezonden. Ellie Lust vraagt er niet van, dat is dan tegen de wet, dat kan toch niet? Toen dacht ik, ja, nou is het klaar, want nu, dat wordt op Nederland 1 uitgezonden. Ja, dan kijken er over het algemeen normale mensen naar. Dus die denken van, ja, dat zegt een advocaat. Er staat sprongadvocaten onder. Die denken, ja, dan zal het wel waar zijn. Ja, ja. En onze L toch, ja, laten we zeggen, stop politie, roept ze af en toe. Ja, dat is toch ook een grootheid. Ja. Dus dan is het wel waar. Dus ik denk, nou is het mooi geweest. Ja. Ja. Nou is het klaar. Dus ik ga aangifte doen. En? Wat denk je? Niks mee gedaan. Dossier is kwijtgeraakt. Maar je hebt toch gewoon een nummer? Beelden. Je hebt toch gewoon een dossiernummer en maar zo? Maar er zijn toch beelden van? Nee, maar ja, ook wacht, dat? Wacht. Maar let op. Mijn aangifte is kwijtgeraakt. In Amsterdam. Het is van Alkmaar naar Amsterdam gestuurd. Maar ik ga jullie iets vertellen. En dit wordt spannend. Kijk, een dossier in een mapje. En die kan je per ongeluk in de prullenbak flikkeren. Ja. Of door een papier versnipperen. Als het papier is wel, ja. Of ja. Iemand heeft het meegenomen per ongeluk. Maar het is digitaal, toch? Het is gewoon gedelete op de politiecomputer in Amsterdam. En die Smeets, dat is een smerig ventje, die roept nu overal, oh, hij ging toch aangifte doen? Nou, ik heb er niks van gehoord, hoor. Nee, dat klopt. Want die aangifte is in Amsterdam vernietigd voordat er iets mee gedaan is. Vraag mij nog, Jan, wanneer ga je nu nog een keer aangifte doen? Ja, dat is dus nooit. Dat motiveert meer. Natuurlijk never nooit. Als je dat nooit zo goed. Meer. Ik maar, doe nooit meer aangifte. Maar dan ik zou je sterker vertellen. Ja. Toen ik helemaal in elkaar was getimmerd. Nu ga ik eventjes all out. Toen kwam dus de agent, wijkagent. En ik was boos. Want wij wisten al heel lang dat daar die drugsdealer woont. Die blijkt nu politieinformant te zijn. Wist ik niet. Dus daarom gedogen ze hem. Dus, maar ik was kwaad. Weet je wat die politieagent tegen mij zei? Als jij zo doorgaat met dat geschreeuw van je. En die grote mond. Kom ik nooit meer als jij belt. Dat mogen ze niet zeggen. Maar hij is van de uitvoerende macht. Hij mag mensen niet uitsluiten. Het was een vrouw, maar. Dus, okay, dus die. Een politieagent die zegt dus tegen mij, terwijl mijn neus half op mijn gezicht staat, dat ik niet boos mag zijn. Anders komt ze nooit meer als ik bel. Dus als ik mishandeld word, zegt de politie: je moet je mond houden. Van de volgende keer komen we niet meer. Als ik aangifte doe, verdwijnt de aangifte spoorloos. Die wordt gedelete. Dus wat doe ik als mij iets overkomt? Of ik voel me
in een onrechtvaardige positie. Ik kan je vertellen, ik bel nooit meer de politie. Ik doe nooit meer aangifte. Nooit meer. Maar wat doe je dan wel? Want we leven, ja, we leven dat, zal je waarschijnlijk, de buitenkant. Dat zal je waarschijnlijk op de voorpagina van de Telegraaf lezen, wat ik dan wel doe. Ja, maar, ja, maar je schetst een heel erg deprimerend beeld van de rechtsstaat. Dit is wat het is, vriend. Ja, maar ik denk geloof je ook daar niet van. Maar ik bedoel... Nee, maar ik denk dat heel veel mensen dit gevoel hebben. Een bepaald gevoel van... Het is geen gevoel, dit is letterlijk wat het is. Gewoon moedeloosheid. Gewoon zoiets van, ik vertrouw de rechtsstaat niet meer. Ik vertrouw... Als ik aangifte zou doen van de doodsbedreiging aan de rechtsstaat, zat ik elke week, misschien wel twee keer bij de politie. Ja. En ze gaan daar niks mee doen. Ja. Als ik dus op band op Nederland 1 iemand zegt iets wat wettelijk onjuist is en vals, namelijk. Hè, je zegt namelijk dat ik oproep door geweld tegen homoseksuelen. Dat zou ik in mijn hele leven niet eens bedenken. Nee. Maar je dus zegt dat. Hm. Dus er is beeld van. Ja. Er is een naam. Er is een verdachte. Ik zeg dat ik mij smaad en laster. Ja, dat is mij beschadigd. Smaad en laster, precies. Is beschadigd. Ja, beschadiging van mijn persoon. Dus alles is er. Maar de zaak komt er niet, want de aangifte verdwijnt. Maar dan zou je het misschien nog civielrechtelijk kunnen doen. Dus strafrechtelijk is klaar. Oké, okay. Maar civielrechtelijk, dus jij naar de civiele rechter stappen en zeggen: van hey, dit is een gezegd, maar dat heb ik niet gezegd. Ja. Heb je daarover nagedacht? Zeker. De laatste keer dat ik in de rechtbank was nadat ik mezelf had beschermd. En de officier van justitie schreeuwde dat ik drugs had gebruikt, wat ik niet doe. Want mijn zwager is in mijn armen overleden aan te veel drugsgebruik lang geleden. Ik heb een ontzettend godsgruwelijke hekel aan drugs. Maar dat ging die man schreeuwend tegen mij zeggen. Die zei letterlijk, jij had drugs gebruikt, maar dat kan ik niet bewijzen. Omdat jij de agenten die drugstest bij jou hadden moeten afnemen, hebt geïntimideerd. Dus een officier van justitie die verzint A, dat ik drugs heb gebruikt. Mm-hmm. En B, dat ze dat niet kunnen bewijzen omdat ik agenten heb geïntimideerd. Maar als een onderzoek, als een test niet heeft kunnen afgenomen kunnen worden, dan kan je toch niet stellen dat het zo is? Als officier van justitie. Ja. Kijk, als je als advocaat van de tegenstander denkt, ik ga all out, ik verzin alles erop en eraan. Ja. En begrijp ik ook nog wel. Ja. Maar de officier van justitie die verzint dus twee extra te lastenleggingen. Want er zijn allebei verboden dingen. Drugsgebruik en intimidatie van politie. Wow. Om die zaak voor mij te vergroten. Ja. Om ook twee keer de strafmaat te kunnen eisen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag. Dus er worden dingen verzonnen. Nou, nu denk je, oké, ik ben veroordeeld dus, hoger beroep. Wat zegt de rechter in de uitspraak? Mm-hmm. Ik doe deze uitspraak omdat het ook schokkend heeft moeten zijn voor de omstanders. Hè? Maar er waren geen omstanders. Maar de slachtoffers, je hebt een slachtoffer... Kijk, de slachtoffer... Hulp, de dus slachtoffer, die moet je dan melden. Nee, de slachtoffer van mij dus, die jongen die mij aanviel en zei dat hij mij ging vermoorden. Zijn vriendengroepje waren zijn getuigen. En die zijn ook geaccepteerd door de rechter. Ja. En mijn vriendin en een jongen met wie ik aan het praten was, dat waren mijn getuigen, die zijn weggestreept, want niet onafhankelijk, want ze zaten bij mij in het groepje. Oké, maar aan de andere kant was het wel afhankelijk. Ja, ja. God. Maar dat op een leeg terras. Dus de rechter heeft verzonnen dat er mensen op een terras geschokt hebben moeten zijn geweest, naar aanleiding van dat ik iemand een deal heb gegeven. En dat daarom die straf overeind staat. Maar er staat letterlijk overal dat het terras leeg was. Dus zelfs een rechter verzint iets in een uitspraak. Of die neemt het requisitoir van officier mee? Misschien dat? Nee, want zelfs die heeft dat niet geopperd. Oh, het is niet? Een verzinsel van de rechter geweest. Meen je dit serieus? Ja, maar dus daarom heb ik gezegd, ik ben nu vogelvrij. Ja. Want het Openbaar Ministerie verzint dat ik drugsgebruik agenten intimideer. Een rechter die verzint dat er omstanders geschokt zijn die er niet waren van een deal overigens. Een politieagent zegt, als je nog een keer boos bent nadat je net bent in elkaar geslagen, kom ik nooit meer dat je belt. Dus voor mij is er geen rechtsstaat. Nee, maar is het toch levensgevaarlijk dan? Ja. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Ja, maar kijk, luister, mijn leven, Black Lives Matter, maar die van mensen zoals ik niet. Ja. Want dan hebben we dat waarschijnlijk zo over onszelf afgeroepen. Ja. Maar waar mijn probleem in deze zit, want nu lijkt het een beetje dat ik een soort Calimero ben. Maar mijn probleem is dus dat als dit met mij kan gebeuren, kan het dus ook met anderen gebeuren. Zeker. Maar de mensen die hiervan genieten, de Jo.nl die daar schrijven en die mij kindermishandelaar noemen en een heleboel, die hebben niet in de gaten dat als deze trend zich keert, dat zij niet meer van de politie op aan kunnen.
dat zij niet meer van een rechter op aankunnen. Nee. Dat zij door een openbaar ministerie van dingen worden beschuldigd die ze in hun hele leven niet hebben gedaan. En daarmee ploft dus een democratie uit elkaar. En als je dus zegt van ja, maar ik gun het hem wel. Mm-hmm. Zou er ergens in dat toch al lege hoofdje ergens een soort draadje moeten losschieten. En dat draadje moet dan zeggen, ja oké, maar als dat hem kan gebeuren, dan zou dat mij ook kunnen gebeuren. En dat wil ik niet. Nee. Maar verwacht je dat ook? Verwacht je ook dat er een... Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Dat is te veel gevraagd. En dat is het hele probleem. Als je in discussie komt, als je al een keer in discussie komt, wat we net al hebben gezegd, ze komen niet eens als je ze uitnodigt. Mm-hmm. Maar als je ze al in discussie komt, dan gaan ze tegen je schreeuwen en tegen je schelden. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar je bent alsnog ben je extreem rechts. Ik zeg, maar ik heb net uitgelegd dat ik haken staan op die definitie. Ja, maar dat zeggen ze allemaal. Weet je, het is of je met eigenlijk een geester minder verliede kind aan het praten bent. Een geestelijke minder verliede kind. En dat is eigenlijk heel triest. Aan de andere kant is het ook wel weer grappig. Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom we dit ook begonnen zijn. Omdat op een gegeven moment voor ons werd het ook moeilijk om bij die straatinterviews ook linkse meningen te krijgen. Want normaal gesproken was het zo, we hadden een bepaald onderwerp. Dan hebben we straatinterviews en dan interviewen vaak ook twee politici. Eentje van links, eentje van rechts. Ja. En het werd voor ons steeds moeilijker om zo'n linkse politicus te vragen. Omdat ze niet met ons wilden praten. Ja. En nu ook bijvoorbeeld met gasten. Ja, we nodigen ze wel uit, maar ze komen niet. Ze komen niet. Ik zou je iets anders vertellen. Ik word door Fidan Ekies, die nu op 1 presenteert. Mm. Die opeens alle prijzen in journalistiek moet winnen. Omdat ze iets zegt wat vrij normaal is. Maar goed. Die vraagt mij voor de halve maan. Dus de NTR, dat noemden ze dan de moslim talkshow. Enfin, want die wilde een beetje pit erin. Nou, ik ben 1 keer geweest. Ze zijn daar dusdanig bedreigd. Zij ook, de redactie. Maar er is ook een telefoontje gekomen met Hilversum. Nooit meer die roos. Daarna werd het gewoon lekker babbelen over dat de Ramadan zo leuk is. Het jaar erop wordt haar, stapt zij op en doet Ashvet. Ashvet? Ja, ja. Nou, Marokkaanse jongen, die doet dat. Ik word weer opgebeld. Jan, we willen jou als vaste tafelheer. 4 keer dit seizoen. En dan mag je ook zelf onderwerpen aanbrengen. En je mag zelf ook een filmpje erover maken. En dan gaan we in discussie. Want ondanks dat we je een hele nare rechtse klootzak vinden, kan je wel redelijk uit je woorden komen. En dan hebben we een soort debatje. Mm-hmm. Nou, hartstikke goed, gaan we doen. Ik ben 1 keer daar dus geweest. Goede kijkcijfers. Ook de beste kijkcijfers. Voor de rest stelt het weinig voor. En ik denk, nou, ik hoor wel weer wanneer ik mag komen. Ja. Nooit meer gehoord. Ik heb nog een mailtje gestuurd naar die eindredacteur die mij moest hebben. Van, ja, ik zou 4 keer komen dit seizoen. Ja. En toen kreeg ik terug bedankt voor je medewerking. Ik heb die Ashvet, of Ashvet, weet ik wat, heb ik een appje gestuurd. Ja. Van, sorry, maar je bent naar mijn dorp gekomen om met mij te praten, omdat je mij 4 keer moest hebben als een soort tegengeluid. Ja. Ik heb nooit meer iets van je gehoord. Nee. Ja, dat is logisch. Nou, dus ja, wij waren ook benaderd voor hetzelfde concept, ja. Maar ik zal je vertellen wat er dus gebeurt. Ja. Wat er dus gebeurt is, ze hebben even dan in zo'n redactievergadering het idee, we moeten het spannend hebben. Misschien moeten we ook een beetje, zeg maar, een beetje autochtonen die zeggen dat ze niet alles heel erg leuk vindt. En niet denkt van, oh joepie, het is weer Ramadan. Die moeten we dan ook een beetje in gesprek hebben, dat het echt een beetje maatschappelijk debat wordt. Wat echt nodig is. Ja. Want het is er niet. Nee. Ja, nee. En dat doen ze dan 1 keer. En dan komt er een telefoontje ergens vandaan van, dit gaan we niet doen. Nee. Want het probleem wat ontstaat als je met mensen zoals ondergetekende bijvoorbeeld gaat discussiëren, is dat je er redelijk snel achterkomt dat ik aardig nadenk over wat ik zeg, maar dat het eigenlijk ook allemaal niet zo heel erg radicaal is. Nee, nee. Ik denk als je in een gezonde maatschappij, dat je mij meer progressief linksig kan zien dan extreem rechts. Ja. Ik geloof in de zorgstaat, in de natuur. Goed. Je kunt wat af en toe bomen. Nee, zeker niet. Maar ik vind wel dat je ze moet laten staan. Ja, absoluut. Weet je? En ik scheid ook mijn afval. Waar het om gaat is dus, als we natuurlijk straks op de NPO serieus inhoudelijke debatten krijgen, waar dus niet
een soort Ali B-achtige zit. Is goed, man. Ja. Of een PVV-tokkie die alleen maar kan zeggen... Ja, al die teringbuitenlanders die moeten eruit... want mijn bijstandsuitkering is gekort door al die teringlijns... want ik zit op de bank en ik krijg helemaal geen reet meer. Ja. Als je dat volk eruit haalt... Als dat het niveau is. Dus je haalt de achterlijke PVV-tokkies haal je weg... en je haalt de achterlijke... beroepsallochtonen die alleen maar voor eigen parochie kunnen preken. Als je die weghaalt en je zet mensen gewoon tegenover elkaar die een gesprek met elkaar voeren, die eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Goed onderwijs, een goede woning, toekomst voor hun kinderen, ja. Veiligheid. Maar dan krijg je ook een heel ander gesprek. En dat dan krijg je een heel ander gesprek en dat is niet de bedoeling. Maar dat willen ze gewoon niet. Dat willen ze niet. En kijk, wij waren toen ook gevraagd voor het concept van, wat is het, Nieuwe Maan of zo? Nieuwe Maan, ja. Nieuwe Maan. Toen hadden ze ook gezegd van, ja, we hebben Jan Roos ook gevraagd, we willen jullie ook, weet je, een beetje meer rechtse mensen, noem maar op. Een eerlijke discussie. En een op een filmpje, je mag zelf een stukje van filmpje gaan... En wij hadden geweigerd. En waarom hadden we geweigerd? Omdat we zoiets hadden van, ja, weet je, dan gaan we bij een... Kijk, op het moment dat we daar gaan... En iemand zegt live op televisie van... ja, maar je hebt toch een hekel aan dit of je hebt toch een hekel aan dat. Tuurlijk. Dan staat het frame voor leven. Staat het frame voor het leven. Ik heb daar geen probleem mee. Want er is al zo vaak in de mainstream media over mij gezegd... dat het me niet meer raakt en het wordt niet onveiliger dan dit. Alleen, maar ik heb het wel gedaan. Ja. En één keer. En daarna nooit meer iets van gehoord. Nee, maar... Dus dat is precies wat het is. En de grote grap was dus... waarom wilde hij met mij in gesprek... Hij wilde met mij in gesprek, die SVET, weet ik veel wat. Omdat hij bang was dat ik achteraf negatief over het programma zou praten. Hij zegt, ja, want dat heb je ook een keer bij de reunie gedaan. Ik was toen bij de reunie van de KRO. En dan kom je met je oude klasgenootjes. Ik wilde daar helemaal niet heen, maar dat moest van mijn vriendin. Want dan zou ik likeable worden. En die Anita Witsier die gaat staan en die zegt dus... Wie heeft er nog een negatief verhaal over Jan? Nee, letterlijk. Meen je dit serieus? En er stak iemand zijn vinger op van... Nou nee, Jan is gewoon een grappige gast. Lekker bij de hand, een leuke jongen. Nee, ik wil een negatief verhaal. Wie heeft een negatief verhaal over Jan? 4 keer aan toe. Tot ik op een gegeven moment zei... Dit is een godverdomme, een programma over klasgenootjes. En de een heeft, weet ik veel, is een hoer met 1 been geworden. De ander die heeft een autobedrijf. Ik ben een geflopte politicus. Hij verkoopt bloemen in Amerika. Daar gaat het toch om? Daar gaat het niet over om mij af te zeiken. Was er echt een hoer met 1 been? Nou, ze zag er wel uit, maar ik heb niet gevraagd wat het werk was. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus dat was heel frame. Dus daar heb ik uiteindelijk een column over geschreven. Dat ik ergens word uitgenodigd om te praten over hoe het vroeger op school was. Maar dat het ging om mij slecht neer te zetten. Nou, dat was vreemd gewoon. Ja, maar hij was bang dat ik dat ook over dit programma zou doen. Maar moet je nagaan? Oh, oké, maar hier is een aanleiding, zo te horen. Nou, ik denk niet dat ik nog een keer word uitgenodigd, nee. Nee. Maar moet je nagaan? Hij is dus bang dat ik iets negatiefs zeg. Maar houdt zichzelf niet aan de afspraken. Ja, maar weet je wat het is? Het komt omdat jij denk ik gewoon uitgesproken bent. Je bent uitgesproken, je hebt de verkeerde mening. Ja, maar goed, je nodigt me uit omdat ik uitgesproken ben. Precies. Ja, maar, weet je, maar, je kan toch moeilijk een kip uitnodigen en boos worden als hij een eitje legt. Ja, ja, maar dat is, nee, dat, ja, is, ja, maar dat is de logica van links. Het is niet alleen maar links, het is ook gewoon heel dom. Ja. En ik weet niet, het gaat niet altijd samen, want ik ken namelijk ook heel veel domme rechtse mensen. Precies. Maar dus dom is niet per definitie links en links is niet per definitie dom, want ik ken ook slimme linkse mensen. Alleen de gedachtegang van we moeten Jan hebben, want dan komt er ophef, want dan doet hij pittige uitspraken. En dan na één uitzending zeggen van ja, dit moeten we nou niet meer doen, want hier komt ophef van en hij doet pittige uitspraken. Ja, dan denk ik, ja jongens, echt. Ja, maar dat is, ze weten niet wat ze willen. Aan de ene kant vinden ze het wel interessant om jou dan uit te nodigen. Ik denk ook vaak dat het tegenvalt. Hè? Want ik denk dat ze ook graag willen dat ik namelijk echt racistische opmerkingen maak. Ja. Of zeg van nou, die bevolkingsgroep moeten we misschien eens op een trein richting het oosten zetten. Of we moeten alle Marokkanen op een boot gooien. Of, dat zou natuurlijk wel lekker zijn, maar dat zeg ik niet, want ik vind dat niet. Ja. Weet je, ik ben meer van, ja, jongens, zullen we het gewoon leuk met elkaar hebben? Dus eigenlijk ben ik heel erg saai daarin. Dat valt er tegen. Ja. Ik heb ook altijd wel gedacht dat ik vond je altijd wel heel vulgair en zo met interviews. Dus ik dacht altijd van ja, moet je nou altijd vulgair zijn? Nou, dat was waarschijnlijk mijn poottijd. Maar vind je echt wel meevallen, ja. Nee, mijn poottijdperk denk ik dat het was. Maar kijk, luister. Kijk, je kan als je een slager kwalijk neemt dat hij kipfiletjes snijdt.
Is een beetje hetzelfde niveau dat je een poonverslaggever kwalijk neemt dat hij schurende en wat platte dingen maakt. Ja, dat is gewoon, je werk. Ja. Als je mijn vriendin nu opbelt en zegt, is Jan altijd grappig en druk en wild aan het doen? Dan zegt ze, nou, ik denk dat ik een van de saaiste mannen van dit land heb, want ik zit altijd te lezen. Ik ben heel saai. Alleen ik kan een knopje aanzetten om actief of grappig te zijn of welbespraakt. Het was gewoon in je rol als presentator van Poont om dat soort dingen te doen. Ja, en luister, ik ga mezelf helemaal niet vrijpleiten, want ik ben redelijk ordinair. Dat is ook zo. Maar daar schaam ik me ook helemaal. Vind je wel meevallen? Ik vind je ook meevallen. Ik ben wel ordinair als het gaat om... Je bent uitgesproken, maar je legt uit waarom je het zegt. En dat is denk ik belangrijk. Ik heb het ook wel over wijven. En ik hou van heel veel... Wijven, dat is gewoon oud-Nederlands, toch? Ja, nee, maar goed. Ja, maar dus, okay. Prima. Maar ja, kijk, ja, we praten allemaal toch wel een beetje zo. Kijk, weet je wat het erg is? Nee, natuurlijk wel. Maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen... Kijk, men hoopt dat ik een beetje een radicale... een beetje met verbale diarree die alles maar uitgooit. Maar ja, ik ben gewoon bestudeerd. Ik heb meerdere studies gedaan. Ik lees heel veel. Ik bestudeer dingen. Ik ben niet achterlijk. Alleen, ik kan het op een vrij volkspopulistische manier vertellen. Omdat ik helemaal geen zin heb om... bij elke scheet en drie knikkers een filosoof naar voren... Ik heb altijd een idee, een visueel beeld van als jij praat. Ik zie wat jij zegt dan. Nou ja, kijk, maar dat is bijvoorbeeld... ik heb 5 jaar... Maar dat vind ik wel sterk. Nee, maar ik heb 5 jaar voor de radio gewerkt. En dan is het wel leuk als mensen daarnaar zitten luisteren. Als je dan iets zegt, dat ze het zien of voelen of ruiken. Ja, ja, eens. Dat is ook wel, nou, maar dat is bijvoorbeeld ook heel grappig. Hè, dat ik ben voor de 2 grootste radioprijzen ooit genomineerd. De Gouden Radioring. Daar ben ik 2e geworden, geloof ik. Het grootste radiotalent. Die had ik gewonnen... Maar dat heeft de jury uiteindelijk teruggetrokken... omdat niemand van Poonten mocht winnen. Heb ik later gehoord van Rob Stenders... die daar in de jury zat. Dus het is niet helemaal dat ik dat verzonnen heb. Oh, okay. Maar dat is bijvoorbeeld heel grappig... want ik heb dus aangetoond radio te kunnen maken. Het was best beluisterde nachtprogramma op Radio 1 ooit. Maar met een ander geluid. Ja. Dus toen ik wegging bij Poont... ben ik nooit meer benaderd... door een radioomroep of zender of wat dan ook. Wat heel raar is. Want als je dit aanzet, zit daar... zitten mensen die het niet kunnen. Ja, maar het is toch wel apart. Want juist bij een radiostation zou je denken... van of bij een mediabedrijf... zouden juist typen zoals jij heel goed zijn voor de media natuurlijk. Ja. Je hebt altijd wel een rebel nodig, toch? Ja, ja. Maar dat die tijd is geweest. Rebellen worden gezien als lastig en vervelend. Dus dat gaan we niet meer doen. Je ziet ook dat de uitgesproken mensen... die we vroeger echt hadden... Want natuurlijk rock'n'roll junkies als Herman Brood en Jules Deelder. Jan Kramer, maar die is nu 115, die leeft nog wel. Maar weet je, dat soort mannen. Gerard Reven, noem ze allemaal maar op. Blokker. Echte uitgesproken types, links of rechts. Die heb je eigenlijk heb je niet meer. Nee. Want het is allemaal een beetje platgeslagen. Ja. Je hebt nu de zieligheidsindustrie, hè? Dus het gaat voornamelijk over leed, over... ik ben slachtoffer. Lees maar de gemiddelde column in een dagblad van tegenwoordig. Ja. Het zijn allemaal mensen die claimen zielig te zijn of claimen dat een ander zielig het is. En ze hebben allemaal één en dezelfde dader. Ja. En dat zijn blanke mannen. En als ze dan helemaal niet weten, dan noemen ze het oude blanke mannen. Dus dan doen ze ook nog even een stukje leeftijdsdiscriminatie. Het is niks is meer erudiet, niks is meer spannend. Er is geen humor. Humor is ook fout. Het is ook enge humor, foute humor. Niks mag meer. Alles is eng. En we gaan dus naar een hele dove, kleurloze wereld. Maar het is ook niet voor niks dat in alle... socialistische en communistische landen men uiteindelijk eindigt in een soort kleurloze pyjama. Ja, ja. Er mag geen verschil meer zijn in wat dan ook. Dus alles moet gelijk zijn. Ja, als je dus de politiek gelijk hebt, nou, dat is het in Nederland wel. Dat is wel inderdaad één grote en dezelfde kliek. En je hebt de media, is één grote en dezelfde kliek. Kliek is allemaal hetzelfde. Nu moet de bevolking allemaal hetzelfde gaan denken. Daarom hebben we ook referenda afgeschaft en zo. Dat je dan ook niet meer hoort of merkt dat er verschillen zijn. Dat is ook een uitholling van de democratie. Ja, dat bedoel ik. Dus dan maar allemaal, en uiteindelijk... staan we met z'n allen op appel in de grijze pyjama naar iets te buigen. En de grote grap is dus dat mensen zoals ik die dat
voorspellen. En die zeggen van nou, ik heb liever een beetje een creatieve wereld. Waar we allemaal anders zijn, anders denken. En ja. Uitspattingen en rare humor en kunst. En weet je, dat ze dan tegen die zeggen, ja, maar jij bent het gevaar. Terwijl ze gaan naar een eenheidsstaat, zoals de DDR was. Maar er zijn dus bijvoorbeeld ook, want inderdaad terecht wat je zegt, weet je, we gaan naar een bepaalde eenheidsstaat. Maar er zijn ook initiatieven bijvoorbeeld vanuit de media heb je natuurlijk Ongehoord, die een greep gaat doen natuurlijk naar het publieke bestel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook partijen als PVV en Forum en natuurlijk Richard de Mos komt straks ook met zijn partij. Ja. Is er nog hoop met betrekking tot media en politiek dat er iets gaat veranderen? Nou ja. Kijk, Ongehoord heeft volgens mij die 50.000 leden binnen. Mm-hmm. Maar er zal zeker een reden zijn waarom ze niet toegelaten worden. Want ik heb geen vertrouwen in dat ze dat nog doen. Die fout hebben ze gemaakt met Poont, met WNL niet, want die was gelijk ingekapseld. Mm-hmm. Gezellig rechts noemen ze zichzelf. Nou, het is gewoon niet zeggend links. Mm-hmm. En Poont was natuurlijk een beetje rebels in eerste instantie. Ja. Daar schrokken ze zich helemaal dood van. Maar ze hebben Dominique Weesie en Rutger Kastikum zoveel geld betaald dat die nu ook tegen Zwarte Piet zijn en mm-hmm. aansluiten bij BNNVARA. Dat is zogenaamd nog niet bekend. Maar Poont, zeg maar de activistische rechtse zender, sluit zich aan bij de socialistische omroep. En is tegen Zwarte Piet. Dus die is ingekapseld. Maar die fout gaan ze nooit meer maken. Ja, want Poont komt terug? Of? Ja, Poont wordt een onderdeel van BNNVARA. Dus die moeten fuseren. En die fuseren dus met een diep en diep bureau in socialistische omroep. Onverschillig. En de grote grap was, is dat de reden van dat ze zich oprichten, was tegen de VARA. Maar precies, maar het erge. Één met de VARA. Nee, ze willen één met de VARA. Ze moeten niks. Ze willen. Maar het grappige is dus, Poont komt dus voort uit Geen Stijl. Ja. En een van de tegenhangers van Geen Stijl was dus altijd Joop, toch? Je had Joop. Ja. En Joop is nu onderdeel van BNNVARA. Ja, en daar Poont. Dominique, de oprichter van Geen Stijl, is daar straks onderdeel van. Maar die praten al die taal. Hè. Er wordt al gezegd, Zwarte Piet is fout. Dus ze praten die taal al. Maar dat is puur financieel opportunisme. Ja. Gasten hebben miljoenen in de zak gestoken met niks doen. Ja. En die denken, nou, we willen nog wel door blijven gaan. Die Kastikum kan natuurlijk ook niks. Dus die baantje moet behouden blijven. Dus daarom, hij had de laatste documentaire over hoe leuk Marokkanen zijn. Nou, ik kan je vertellen, ik heb daar 5 jaar op de redactie rondgelopen. Daar werden niet alleen maar leuke dingen over Marokkanen gezegd. Dominique Weesie wilde een maand lang als Zwarte Piet Po-nieuws gaan presenteren als klacht tegen het anti-Zwarte Piet verhaal. En zit nu bij Jinek aan tafel te vertellen hoe slecht Zwarte Piet is. Ja. Dus ongelooflijk. Die heeft eieren voor zijn geld gekozen. Maar ze verkopen hun huid gewoon dan. Ja. En hun principes. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat is wat het is. Iedereen is te koop. Is het. Is dat de wijze? Dus in principe. Kijk, en dan wil ik nog even een antwoord geven. Dus Ongehoord geloof ik niet dat hij erin komt. Mm-hmm. Want dat mediakartel, dat sluit zijn gelederen nog sterker dan zeg maar het partijkartel. Wat een goede vinding is geweest, overigens. Maar goed, kijk, PVV staat sowieso buitenspel. Die mag nooit meer meedoen. Nee. En zo langzamerhand heeft Forum voor Democratie onder leiding van Thierry Baudet dezelfde positie gecreëerd. Het zag er even naar uit dat het een grote partij zou worden die zouden mee kunnen doen. Die coalities kan kunnen sluiten. Maar ja, als Thierry dronken bij Geen Stijl gaat roepen dat CDA uit is op de vernietiging van Nederland, komt die coalitie nooit meer. Want dat gaan ze nu nooit meer doen. En je hebt het CDA nodig en de VVD om die rechtse coalitie te sluiten. Dus die staat ook aan de kant. Die partijen die hebben zeker bestaansrecht. Mm-hmm. Dus mensen die daar dat vinden, die gaan daar zeker op stemmen. Alleen, ze gaan nooit meedoen. En dat is eigenlijk de treurnis van rechts. Mm-hmm. Is dat, tenminste, echt rechts. Dan heb ik het niet over VVD rechts of CDA rechts, maar echt rechts. Is dat ze niet meedoen. Omdat ze altijd op een gegeven moment verkeerde kant uitgaan, radicale dingen roepen, mensen boos maken, met iedereen ruzie hebben, zoals het op rechts altijd gaat. En dat is het hele probleem. Maar en inderdaad, en wat je dus terecht zegt is van, wat ik zie in 2020 is dat dit jaar heeft bewezen hoe machtig links eigenlijk in Nederland is. Ja, maar ze hebben al eens instituties handen. Wat wil je? Hoe machtig links eigenlijk is.
Weet je, als je kijkt naar de corona-aanpak, als je kijkt naar BLM, als je kijkt nu naar officier van justitie. Weet je, het linkse narratief is continu institutioneel racisme, maar het is institutioneel discriminatie tegenover politieke gezindheid. Sowieso, maar ik zou je vertellen, Martijn van Dam was een van de slechtste staatssecretaris die we ooit hebben gehad, geloof ik, van vee en grindpaden. Nee. Hoepelepoep zat op de stop, werd hij opeens baas van Mediapark en NPO. Wat raar is, want daar had hij helemaal niks mee. En hij liep zo uit het kabinet weg om dat te worden. En Julia Rijksman is een uitgesproken D66-vrouw. Dat zijn de twee bazen van het Mediapark. PvdA en D66. Ja. Ja, waarom denk je dat alles dezelfde smaak heeft? Omdat zij bepalen. Want zij zeggen namelijk wie de zendercoördinatoren worden. NPO 1, 2, 3, voor alle radiozenders. En daar zetten ze dus een mannetje op van hun smaak. En die bepaalt of er iets komt, ja of nee. Ja. Dus ik wilde ooit een televisieprogramma maken samen met Thierry Baudet. Toen werkte ik nog voor de televisie en was hij nog leuk. Toen hadden we bedacht een politiek programma om dingen op te lossen. En Weesie vond het een goed idee. En we zijn helemaal klaar, we gingen dat doen. En toen zei de zendercoördinator, ja, ik vind het een fantastisch plan. We gaan dit programma maken. Ik wil 12 keer hebben. Alleen Roos gaat het niet presenteren. En Baudet, die wordt daar ook geen onderdeel van. Ik heb nog Bo van Erf van Doornis van Dingetje, van Dangetje. Die zit thuis op de bank, die heeft niks. Die mag het dan presenteren. En een of andere linkse lul zou dan de politieke afdeling Maar is doen. Het dan gewoon echt een dictatuur? Of wordt het gewoon met een democratische manier? Dat bepaalt een zendercoördinator. Okay. En als jij zegt, ja, maar dat wil ik niet. Zeg, nou, dan gaat het programma niet door. Dus het is eigenlijk echt letterlijk een alleenheerser. Ja, dus als omroep heb je niets te vertellen in. Nee. Dus je kan elk programma-idee wat je hebt, wat niet door de statie wordt goedgekeurd, dus door de zendercoördinatoren die direct onder Rijksman en Van Dam vallen, die bepalen het programma, maar niet alleen het programma, maar ook wie het presenteert, wie erin zit en vooral wie er niet in zit. Ja. Dus je zou je kunnen afvragen wie dat belletje heeft gedaan naar de NTR en gezegd, ik weet niet, Roos als tafel hier, maar dat gaan we niet doen. Dat zou zomaar de zendercoördinator kunnen zijn. Ja, precies. Want die heeft te vertellen wat er komt. Maar, en dat zijn politieke nominaties. Maar dit, kijk, wat je niet vertelt, dit is toch niet onbekend. Dit wisten Karskens toch al van tevoren. Dit wisten de mensen van Ongehoord al van tevoren. Ja, maar goed, kijk, wat je probeert is dat onder massa dingen vloeibaar worden. Volgens mij hebben ze die 50.000 leden nu dikker al in. En hoop je dat dat iets gaat creëren, een opening gaat creëren. En ik hoop het voor ze. Want het zou fijn zijn als er een ander geluid is. Overigens hoop ik niet dat het inderdaad zo is zoals een spiritueel lijntje met Pim Fortuyn. Heb je dat gezien? Ja, vreselijk. Een uur lang, maar dan ondermijn je ook. Ja, dat doet ook, ja. En Pim moet af en toe even hoesten en niezen, zag ik. Ja. Ja, maar en even snikken. Ja. Oh. Nou, ik ken Peter Flemmings ook goed, die daar zit. En Karskens ook, die waren daar niet heel erg tevreden mee. Dat is wel heel begrijpelijk. Daarom is mijn vrouwtje ook vertrokken. Nee, maar ik hoop van harte dat die mensen die plek krijgen. Ik denk alleen niet dat het gaat gebeuren. Omdat we inderdaad een beetje op het DDR-niveau terecht zijn gekomen. Dus dat wordt niet geaccepteerd door het politbureau. En zie je nog voor jezelf een rol in de politiek? Of misschien in de media? Of de media? Nee. Kijk. Herstart van VNL of zo? Nee, ben gek. Nee, dat heeft zoveel gekost. Dat heeft me eigenlijk mijn omgang met mijn hele familie gekost. Mm-hmm. Mijn nichtje die schrijft boeken, Saskia Noord, die hartstikke goed verkoopt. Alleen die dacht op een gegeven moment, ik ga ook maar politieke columns schrijven en in Amsterdam wonen. En dus moest ik kapot. En die heeft zo'n beetje de hele familie tegen mij gekeerd. Ja. Omdat ik de verkeerde mening heb. Dus nog een keer zo'n grapje. Nog een keer bewaking, nog een keer een kogelvrij vest in mijn auto, nog een keer 4 jaar lang overal worden uitgesloten. Nou, ik dacht het niet. Nee, dat was een hele, hele dure, maar wijze les geweest. En in de media, nou ja, het is eigenlijk vrij simpel. Kijk, ik heb nu een YouTube-kanaal geopend waar ik artikelen review. Mm-hmm. En mensen zijn er boos om. Die zeggen, maar waarom zit je nu met een blik bruine bonen uit Amerika? Waarom zit je dat te reviewen? Je kan toch veel meer dan dat? Dag vriendjes en vriendinnetjes. Wat een prachtig dagje is het weer. We gaan eens even kijken wat onder de doos zit. De hooghoed van Ahmed. Simsalabim. 2 blikjes. Dynamite chili con carne.
Ach, hemeltje. Het is weer heet. Ja hoor, hot. Warning. A seriously hot chili. Onwaarschijnlijk hete chili. Ik krijg een beetje genoeg van de hete producten. Maar ja, wat kan ik erover zeggen? Ik krijg ze opgestuurd. Even kijken hoe het eruit ziet. Het ziet er goed uit. En het ruikt ook nog lekker. Die gaan we even opwarmen. Moet je maar op YouTube opzoeken. Dan ja, we gaan even een link. Chinees naaimachientjes. Serieus? Ja, we gaan het zeker. En mensen zeggen dus tegen mij, waarom doe je dat? Want ja. We missen je helder geluid. Inhoudelijke geluid, ja. Dit is eigenlijk een soort aanklacht. Ik review chips. Ik review een smoothie machientje. Ik review vis snacks uit Wit-Rusland voor bij een biertje. Het gaat nergens over. Ik zeg ook niks. YouTube vindt me helemaal geweldig. Ik heb 98% duimpje omhoog rating. Ik word door heel Nederland gepusht. En toen ik op YouTube dingen zei die politiek gevoelig zouden liggen, werd ik uitgezet. Dus ja, waarom doe ik niks meer in de media? Apolitiek. Ja. Omdat ik niks mag doen in de media. Omdat ik niks kan doen in de media. Ja. Dus daarom review ik nu blikken bonen. Ja. Ja, maar kon je niet lief kijken? Want ik zat er ook over na te denken. Van, waarom doet hij dat? Nee, maar over onszelf. Want wij krijgen wekelijks ook bedreigingen. En natuurlijk is het beter voor je carrière als je dat dus niet doet, hè, wat wij doen. Mensen denken vaak van, oké, wat jullie doen, het is een verdienmodel, noem maar op. Nee, maar het kost ons heel veel. Ja, en het is ook niet prettig altijd. Weet je, als je uitspreekt, prettig. Want je wordt herkend en mensen reageren niet altijd even positief op je. Ja. En mensen bellen ook je werkgever, weet je, dat soort zaken. Krijg je allemaal. En op een gegeven moment zou ik dan denken van, ja, misschien moet ik ook gewoon stoppen en gewoon auto's gaan reviewen of zo. Nee, ja, dat dacht je echt gewoon? Ja, ik ga auto reviewen. Gewoon Bucatti's of zo. Wel de Bucatti's, nee, dat is wel leuk. Ik wil juist joinen. De lulligheid aantonen met reviews over echt niks. Want ik vind mijn Bucatti reviewer, dan heeft het nog wat. Ja. Maar komt het aan? Wat je dan doet, komt het aan? Nee. Het sarcasme met cynisch eigenlijk. Maar dit is dan mijn humor. Ja. Maar het is jammer, want je hebt zoveel inhoudelijk. Ja, kun je betekenen. Maar ik word bij jullie uitgenodigd. Hartstikke leuk en dank voor de uitnodiging. Ik mag geloof ik bij Ongehoord willen ze wel een keer dat ik op kom treden. En dat is er dan. En niet dat ik me daar te groot voor voel. Zo moet je het niet zien. Maar weet je. Ik hou me wel met andere dingen bezig dan. Er is blijkbaar geen behoefte, ondanks een van de best scorende podcasts in Nederland, ondanks best beluisterde nachtprogramma op Radio 1, ondanks Pound, wat een succes was, ondanks Geen Stijl, wat een succes was, is er blijkbaar geen behoefte aan mijn geluid. Ja, dan niet. Dan ga ik wel wat anders doen. En weet je, dan zoek het ook dan maar uit. Ja. En dat is heel cynisch, maar zo zit ik dan wel in. Nou, we gaan je zeker vaker vragen. Nou ja, jongens, ik vond het wel gezellig. Ja, gezellig. Goed gesprek, absoluut. En ik moet eerlijk zeggen, voor een stel aapjes hebben jullie best leuke dingen. Ja, dat waren die pindas aan de onderkant. Ja, die af en toe even. Jij krijgt straks een hele zakje van mij. Ja, hoor. Yes. Verwacht ook gewoon veel. Ik zou vertellen, ik ben bang dat, jullie begrijpen wel dat dit een onderdeel van een grap is, dat er weer heel veel mensen zeggen, zie je wel. Hij is een racist of zo. Dat ze als bevestiging zien. Van. Ja. Maar kijk, weet je wat het is? Je moet harder grappen over elkaar kunnen maken, toch? Dus voor mij valt er genoeg te zeggen. Varken ben ik niet. Ja, en weet je wat ik het erge vind? Ik had het ook met een collega over. Van, het erge vind ik in deze tijd is dat je je gesprekspartner niet meer het voordeel van de twijfel geeft. Dus wij praten nu met elkaar. Jij maakt een grapje en ik geef jou het voordeel van de twijfel. Dat het gewoon grappig is. Dat je het niet op een bepaalde manier bedoelt. Maar die voordeel van de twijfel geven elkaar niet meer. Dus het is gelijk zo van, ik ben gekwetst. Nee, het is allemaal radicaal, flikker toch om, man. Weet je hoe vaak ik krijg de hele dag dat ik een dik varken ben? Nou, dat klopt ook eigenlijk wel. Dat ik voor mijn leeftijd vreselijk oud uitzie, klopt ook wel. Dat ik kaal ben of word, klopt ook. Dat ik een dikke bril heb, klopt ook.
dat ik een roze varkenshuid heb. Dat krijg ik de hele dag van mensen die mij dus kwalijk nemen. Dat ik mensen met een vooroordeel benader op bijvoorbeeld hun huidskleur. Ja, wat dan ook. Weet dat het was continu over je uiterlijk en hebben. En ik vind het helemaal niet erg. Scheld me uit. Nee. I don't care. Ik zal je vertellen. Ik denk dat ik voor mijn uiterlijk wel een hele bijzondere knappe vrouw heb. En de meeste mensen die dat zeggen. Dan kijk ik dan even op dat A-vaatje. Breng me even de vrouw in beeld. En dan zoek ik altijd eventjes op met wat voor spook ze aan hun arm lopen. En dan denk ik, nou vriend. Ja. Ik ben liever fout en lelijk en dik met een lekker wijf dan dat ik het morele kompas in mijn binnenzak heb. Dat je met zo'n toverlantaarn rond wilt lopen. Exact. Nou, dat is een mooie afsluiting. Afsluiter, ja. Heb je zelf nog wat te zeggen? Nou, ik heb genoeg gezegd, geloof ik. Ik denk dat iedereen mij wel genoeg heeft gehoord. Die mensen zijn er klaar mee. Ja. En hoe heet je YouTube-kanaal? Jan Roos. Hadden we niet kunnen bedenken natuurlijk. Nou, die hadden we niet. Okay. Nee. Maar als je dus echt de hele domme reviews wil kijken, moet je daar naar kijken. Het slaat echt helemaal nergens op. Ja, is goed. Als je nog goede chips weet voor mij, dan wil ik ook wel kijken. Ik had laatst een chippy met een Carolina Reaper. Dat is de heetste peper ooit. Ja, heetste peper. Ja. Nou ja, dat doe ik dan in mijn mond en dan brand ik mijn bek. En dan zeg ik au, au, au. En dat was het. Okay. Ja, maar dat soort dingen werken wel goed, hè? Ja, dan moet je even ASMR moet je doen. Ja, met de tienduizenden mensen hebben die shit al zitten kijken. Maar, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, is goed. Nou, dankjewel voor het kijken. Dit was alweer een update. Ik zag dat we weer abonnees erbij hebben. Volgens mij 100 of zoiets. Ik geloof het, ja. Er is wel wat bijgekomen. Ja, ja, dus weer gegroeid. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, ook voor de donaties. Ja, en dat is heel belangrijk ook, want wij doen dit ook gewoon uit onze eigen zak. En het is belangrijk ook dat je ons steunt, mocht je dit prettig vinden. We hebben alweer donaties binnengekregen. Dank daarvoor. Hieronder ook ons rekeningnummer. Nou, we zien jullie volgende week. En Jan Roos, bedankt. Graag gedaan, jongens. Aan de curry.